Goedenavond, welkom allemaal. Hartelijk dank dat jullie ervoor hebben gekozen om hier te zijn. En niet bij de buren, bij Marco Borsato. Had ook gekund. Of bij Inva, had natuurlijk zeker gekund. Maar die is nog dagen en Stadsleven is alleen nu. Dus fantastisch dat jullie er zijn, dankjewel. Gezond zijn, dat willen we allemaal, zeggen we. Maar we handelen er niet altijd naar. Soms doen we juist heel erg ongezond. Tegelijkertijd schieten we soms enorm door in dat verlangen om gezond te zijn. Om al het goede te willen doen, om te laten zien dat we ook goede mensen zijn. Dat we weten hoe het moet. En juist dat dilemma, dat dubbelzijdige van heel vaak heel ongezond en van de weer omstuit supergezond, daar gaat het vanavond over. We hebben vanavond de primeur van de GGD. Die doet één keer in de 4 jaar overal in Nederland de gezondheidsmonitor. En vanavond hebben we de primeur van de presentatie van de gezondheidsmonitor, waaruit blijkt dat we wel zeggen dat we heel erg gezond willen zijn, maar dat toch niet doen. In Amsterdam wordt er meer gedronken, er wordt meer gerookt, Er worden meer drugs gebruikt, hoewel dat juist ook een teken kan zijn van een feestelijk levensstijl. Daar zijn de experts nog niet over uit. Amsterdam heeft ook door de vergrijzing steeds meer mensen in de mantelzorg. En mensen in mantelzorg hebben meer kans op depressie. Dus al met al is het gemengd bericht uit Amsterdam. Daar gaan we zo meteen meer over horen van Arnoud Verhoef. Andere uiterste is wat we allemaal om ons heen zien, steeds meer in het stadsbeeld, supergezonde dingen als de juice bars of als het restaurant Sla of mensen die lopen te urban bootcampen op het Amstelveld hier in het centrum. Of dat zien we dan niet zo, maar het is toch heel normaal geworden om even een detoxje te doen of te gaan lunchen bij de avocado show. Avocados schijnen heel erg gezond te zijn. Ik dacht altijd dat ze moddervet waren, maar we hebben nu ook een restaurant en binnenkort ook een winkel, de avocado winkel. Dat is de nieuwste voedselhype. En ik heb begrepen dat een aantal van onze bezoekers vanavond ook daar straks een hapje hebben gegeten in de vegan junkfood bar. Nou, ik hoop zo te horen hoe dat was. Je ziet ook dat naar het extreme voeren hiervan ook op allerlei vlakken zich voltrekt. Hardlopen is steeds populairder. Niet alleen hardlopen, maar ook de halve marathon. Ook de hele marathon, zelfs de triathlon is steeds populairder. En we hebben natuurlijk allemaal een heel goed voorbeeld aan Steve Jobs. Die het ene absurde dieet na het andere volgde. Bijvoorbeeld alleen maar wortels totdat hij helemaal oranje zag. En in dit verband vond ik het leuk om een column te citeren van Birdy Shalmashi uit de Volkskrant. Die schreef over een bezoek aan de sapjesbar. Kennelijk komt hij daar regelmatig. En hij zegt, ja, die sapjes zijn eigenlijk best wel duur. En de mensen daar zijn best wel onvriendelijk. Maar ja, ze hebben toch een grote voorsprong. Want, zegt hij, bij de sapjesbar koop je nu eenmaal een goed zelfbeeld. En dat heb ik aan de Mac nooit overgehouden. Heel erg waar. En dit alles, hallo, welkom, zoek een plekje, hoi. En dit alles in een tijd waarin we al zoveel moeten. We moeten gezond zijn, we moeten goed slapen, we moeten goed uitzien, we moeten goed carrière maken. Het lijkt of onze gezondheid daarvoor zorgen weer een moetje erbij is, denk ik soms. Of misschien wel een nieuw geloof. En daar moest ik aan denken toen net dag of 10 geleden was er een uitzending van Kruispunt. Een programma waar ik eerlijk gezegd anders nooit naar kijk. Maar nu wel, want het ging over voedsel. En daar was een godsdienstwetenschapper die ook hele waarde woorden sprak hierover. Ze zei, het lijkt wel of we het prettig vinden als er iemand of iets of een instantie is die tegen je zegt, als je het zo doet, dan komt het wel goed. Alsof, en dat is zo tegengesteld aan de rest van de maatschappij, waarin steeds meer verantwoordelijkheid voor alles wat ons overkomt en wat we doen op onszelf rust. En het is zo verrukkelijk om op dit gebied dat te kunnen uitbesteden aan die iets of instantie die zegt, als je het zo doet, komt het wel goed. Ze zegt, als ik maar het goede eten binnenkrijg, ben ik een heel mens. Zelfs misschien een goed mens.
die hele hype rond gezondheid, of die hele populariteit, of het bewustzijn van het feit dat we onze eigen gezondheid in de hand hebben, of daar zelf wat aan kunnen doen, heeft enorme voordelen. Een van onze sprekers straks is Hanno Peil, is internist in Leiden. En hij helpt mensen die nu heel veel medicijnen slikken, bijvoorbeeld tegen diabetes, om van de pillen af te komen, juist door een gezonde levensstijl aan te meten. En dan kan het die mensen helpen dat gezondheid in de mode is en dat je dan aangespoord wordt om er meer aan te doen. Het heeft ook een mogelijk nadeel, die we over een paar jaar misschien zullen zien. Zoals zoveel hypes kan het ook gewoon weer overgaan. En de gezondheid domweg is te complex om in een hype te vatten. Dus ik hoop dat we vanavond wat meer nuancering en wat meer inzicht in de hele discussie kunnen brengen. Ik was benieuwd, wie van jullie is bezorgd over zijn gezondheid? Oh, wat een gelukzalige zaal mensen. Eentje. Ik ben zelf een beetje bezorgd, niet omdat ik me ongezond voel. Ik voel me blakend gezond, maar ik zie zoveel mensen om me heen die plotseling heel ziek worden of plotseling op jonge leeftijd een ernstige ziekte krijgen en me overvallen. Dan ben ik bezorgd, niet eens voor mezelf, maar eigenlijk meer om mijn generatie. Wie eet wel eens een acai-bol als ontbijt? Ah, is het lekker? Ja, wel zoet. Wel zoet, ja. Nog iemand? Een acai-bol? Wie eet wel eens een groene smoothie als ontbijt? Zelfgemaakt? Zelfgemaakt? Nou, dat zijn hele bewuste mensen die heel bewust met hun gezondheid bezig zijn. Wie eet nou bijvoorbeeld, en dit ter ondersteuning van wat ik net zei, wie neemt nou nog wel eens een glas van een ongelooflijk smerige tarwegras? Echt waar? Maar dit is toch ontzettend smerig? Misschien juist omdat het zo smerig is, moet het wel goed voor je zijn. Oké, nog eentje. En dit is een meer generatiekwestie. Wie drinkt nu nog bij elke maaltijd een glas melk? Echt waar? Twee mensen toch wel. Goh, ik dacht dat dat echt iets was uit de tijd van Joris Driepinter. Toen we dachten dat zuivel heel erg goed voor je was. Dus dat je daar heel veel van moest hebben. Oké, dus toch nog steeds. Nou, interessant. Dat is een kleine tijdgeestpol. Nou, over dit alles, onze al dan niet modische obsessie met gezondheid, daar gaan we vanavond over hebben met onze gasten. Dan wil ik jullie nog iets vertellen over Stadsleven. Stadsleven is behalve een live talkshow zoals deze ook een digitaal magazine waarop je heel veel interessante blogs en columns kunt vinden. En bijvoorbeeld ook de serie video's die we hebben laten maken voor de vorige editie van Stadsleven over de woningmarkt. We hebben mensen over de hele wereld gevraagd een video voor ons te maken over de woningmarkt in hun stad. Dat is de serie Homes for All. En we hebben video's uit Beijing, uit Rotterdam, uit Heerlen, uit Singapore, uit Amsterdam. Die heb ik zelf gemaakt. Uit, wat zoal? Wat nog meer? Nou, ja, Medellin, Colombia, zelfs uit Zuid-Amerika. Een ontzettend leuke serie video's. Dat was van de vorige editie van Stadsleven. Ik wil ook graag, voordat we beginnen, aan jullie het Stadsleven team voorstellen. Programmamaker Sanne van der Beek. En techniek en productie eindelijk te zien in deze zaal. Baptiste Braillet. We hebben ook een nieuwsbrief, zodat je op de hoogte kunt blijven van wat we doen met Stadsleven. Als je op de hoogte wilt blijven, schrijf je even in op de nieuwsbrief. En tot slot heb ik nog een cadeautje voordat we naar de eerste spreker gaan. Een van onze sprekers vanavond, de kunstenaar Arne Hendricks, heeft een tentoonstelling, doet mee aan een tentoonstelling in Boijmans. En dat heet Changing the System. Change the System. En met je kaartje van Stadsleven kun je een korting krijgen op een kaartje voor Boijmans om die tentoonstelling te zien. Het project waar Arne daarover heeft, heet Incredible Shrinking Man. Hij gaat vanavond over een ander project spreken. Maar het is een buitengewoon leuke en tot nadenken stemmend project. Dus ik hoop dat jullie de gelegenheid hebben om met je Stadsleven kaartje je korting te gaan halen bij Boijmans en de tentoonstelling Change the System te zien.
dan wil ik graag het woord geven aan onze eerste spreker van vanavond. Dat is Arnoud Verhoef. Arnoud is epidemioloog aan de GGD en als zodanig ook als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Arnoud. Dankjewel en dankjewel om de gelegenheid dat we hier een aantal resultaten kunnen delen met u vanavond als het gaat om de gezondheid van de Amsterdammer. Dat is inderdaad een vierjaarlijks onderzoek wat niet alleen in Amsterdam, maar landelijk wordt uitgevoerd voor het grootste gedeelte. En dat gaat vooral in op gezondheid en functioneren van burgers. En dan gaat het ook over psychische en psychosociale problematiek of gezondheid, leefstijlfactoren en chronische aandoeningen. En de laatste ronde, dat was vorig jaar, hebben zo'n 9000 moet ik zeggen, Amsterdammers aan dit onderzoek deelgenomen. Dat zijn Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Voor jongeren hebben we een ander monitoring systeem, maar dit gaat echt om de jongvolwassenen tot de ouderen. Waarom doen we dit eigenlijk? Vooral omdat de gemeente, elke gemeente in Nederland, moet vierjaarlijks ook een volksgezondheidsbeleid opstellen in het kader van de wet publieke gezondheid. En dat moet gebaseerd zijn op inzicht van de gezondheid van je bevolking. En dat is eigenlijk, dit is één van de bronnen die inzicht geeft in de gezondheid van de bevolking. En een van de dingen die daar ook altijd belangrijk in is, is de gezondheid en het welzijn en leefstijlfactoren die daarvan invloed zijn. Als we dat relateren aan opleiding, lager en hoger opgeleiden. We zien dat al dagelijks in de krant, dat ziet u hier ook, ook van nou, bijvoorbeeld hoogopgeleide vrouwen vaker gevaarlijke drinkers. Nou, dat klinkt al heel erg. Het viel mij op toen we hier binnenkwamen. Ik zag een aantal mensen inderdaad met bier en wijn hier lekker naar binnen komen. Dus in hoeverre zij, ja, hoor je dan tot de hoogopgeleide gevaarlijke drinker? Terwijl je andere problemen bijvoorbeeld veel meer bij lager opgeleide ziet. Bijvoorbeeld kinderen met overgewicht en obesitas, dat zie je veel meer bij laag opgeleiden. Dit ging net snel. Deze wil ik even laten zien, want dit is wel een belangrijke achtergrondinformatie. Eigenlijk het verschil in levensverwachting tussen lager opgeleide en hoger opgeleide. En met name gezonde levensverwachting. Deze figuur laat zien een renbaan aan de voor u linkerkant de mannen met alleen lager onderwijs als scholing. En aan de rechterkant zij met een universitaire opleiding. En dan ziet u dat de levensverwachting ongeveer 7 jaar korter is voor mannen die met alleen een lage opleiding. Maar eigenlijk nog belangrijker is het verschil in gezonde levensverwachting. Mannen met een lage opleiding, die beginnen al met een 50ste, krijgen die te kampen met allerlei chronische aandoeningen en beperkingen. Terwijl dat met een hoge opleiding is dat 70. Dus er zit een verschil in van zo'n 20 jaar. En dat is ook waar het gezondheidsbeleid en de publieke gezondheid zich vooral op focust. Nou, een aantal voorbeelden om te laten zien hoe zit het met gezondheid en vooral leefstijl als het gaat om Amsterdammers naar opleiding. En als eerste het gebruik van partydrugs, ecstasy. Hoger opgeleide, dan ziet u, dat gaat als ik het goed zeg om, maar dan kijk ik even naar wij in het laatste maand. De laatste 12 maanden. 21% van de hoger opgeleide geeft aan de laatste 12 maanden ecstasy of andere partydrugs gebruikt te hebben. Lager opgeleide is 6%. Dus de hoger opgeleide die maken daar duidelijk veel meer gebruik van. En hebben daar misschien ook meer plezier in. Ook misschien omdat ze meer geld te besteden hebben. Nou, allerlei zaken en meer naar parties gaan waar gebruik meer voorkomt. Een tweede voorbeeld, roken. U ziet links, ja, Amsterdam. En dan vooral de groene balk, de lager opgeleide. En de blauwe, de
hoger opgeleide. Er vallen eigenlijk twee dingen op. We hebben ter voorbeeld een andere gemeente ernaast gezet uit Hoorn, wat ook in ons werkgebied ligt. Dat er allereerst in Amsterdam meer gerookt wordt dan elders. Ook als je dat met het landelijk gemiddelde vergelijkt. En ten tweede dat over het algemeen hoger opgeleide juist minder roken dan lager opgeleide. Maar in Amsterdam dus nog duidelijk meer dan elders in het land. En we zien zelfs trends dat jongvolwassenen zeg maar, eigenlijk weer meer lijken te beginnen met roken. Ervaren gezondheid, dat is eigenlijk een goede indicator van hoe het met de algehele gezondheid van iemand staat. En dan zien we dat de ervaren gezondheid voor mensen met een hogere opleiding, ik denk dat die eigenlijk omgedraaid is, realiseer ik me nu. Want hoger opgeleiden ervaren over het algemeen een veel betere gezondheid, eigen gezondheid dan oh ja, ik zie de kleuren, draai ik zelf om nu. Ja, nou ja. Nee, dus hij klopt gewoon wel. En dus daar zie je ook een heel groot verschil in wat je overal weer terugziet. En dat heeft vaak te maken met lager opgeleiden die dus eerder te kampen hebben met chronische aandoeningen. Als we kijken naar overgewicht. Hier ziet u de trend van overgewicht in Amsterdam voor volwassenen. De bovenste groene lijn, dat zijn weer de laag opgeleide. En de onderste blauwe lijn, de hoogopgeleide. Nou, dan ziet u dat er dus een behoorlijk verschil in is. Bij de lager opgeleide zien we ook nog steeds een trend van dat het aantal mensen met overgewicht en obesitas toeneemt. Bij de hoger opgeleide is dat min of meer stabiel. En wat wel belangrijk is, dat gemiddeld genomen het percentage mensen met overgewicht en obesitas in Amsterdam lager is dan in Nederland. En dat heeft vooral te maken met de bevolkingssamenstelling. Dat we zeg maar eigenlijk een oververtegenwoordiging hebben van jongvolwassenen in de stad. En die maken dat als je alleen maar naar het gemiddelde zou kijken, je zegt van goh, het gaat eigenlijk in Amsterdam beter dan elders. Maar je moet het uitsplitsen om daar een beter beeld van te krijgen. Dan nog voldoende groente en fruit. Een van de belangrijkste of een van de belangrijke leefstijlfactoren. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Nou, hieronder ziet u eerst het plaatje voor. Dan gaat het om groente, lager opgeleide en hoger opgeleide. En wat opvalt is dat voor beide eigenlijk we een trend zien dat de inname van groente, dat is dan zelf gerapporteerd, aan het toenemen is. Dus dan zien we van hé, er gebeurt wel iets. En dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. We zien tegelijkertijd nog een hele groot verschil tussen lager en hoger opgeleide. En dat zien we eigenlijk alleen maar groter worden. Maar toch zie je dat daar iets in beweging wordt gezet. Percentage. Mensen dat voldoet zeg maar aan de inname van in dit geval groenten. En hetzelfde voor fruit. En het grappige is dat je bij fruit dus eigenlijk ziet dat de hoger opgeleide eigenlijk achterliepen. En pas nu min of meer gelijk komen met de lager opgeleiden. En daar zie je ook minder een trend. Dus nou, je ziet misschien met de hype van gezondheid of überhaupt het besef van we willen allemaal gezonder zijn, dat er toch ook wat ontwikkelingen in de positieve richting zijn. Nou, dit is heel kort even wat getallen met u gedeeld. Het meeste verschijnt allemaal op de website Gezondheid in Beeld voor Amsterdam. Daar kunt u ook zelf met de getallen aan de slag in de zin van kijken naar gebieden in Amsterdam, leeftijd, achtergrond, geslacht, etc. Dus veel meer van dit soort plaatjes en nog naar veel meer verschillende voorbeelden kijken. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kan u hier altijd terecht. Dit even als korte inleiding. Bij Arnoud. Ja. Zijn er vragen over de cijfers en de trends? Ik zie, ja. Eén seconde, ik kom naar u toe, want anders bent u op de livestream niet te horen. Kom even staan als je wil. Goedenavond, ik wilde graag vragen, houdt u ook rekening met bij het enquêteren van mensen dat mensen zelf vaak een vertekend beeld hebben? Mensen vinden zich vaak soms gezonder dan dat ze zijn of ongezonder, ook wat betreft hun inname van fruit of groenten. Ze kunnen zich wel eens positief oftewel, ik zal maar zeggen, minder positief zelf beoordelen. Hoe houdt u daar rekening mee in uw vraagstelling? Ja, sociaal wensen beantwoorden kunnen natuurlijk inderdaad spelen altijd een rol. En dit is allemaal zelfrapportage.
Dus in die zin kan je dat nooit volledig uitsluiten. Wat belangrijk is, dat je dit soort cijfers eigenlijk meer ook gebruikt in trends. Omdat je telkens dezelfde vragen over de jaren stelt. Dus je moet in die zin het absolute percentage met, ja, dat kan zeker afwijken. En dat weten we ook wel als mensen zelf bijvoorbeeld moeten aangeven dat dat een onderschatting is van als je ze werkelijk op de weegschaal zet. Ja, Hanno Peil. Ja, zie je die, die cijfers ook terug in de verkoop van groente en fruit in Amsterdam? We weten dat niet op heel groot niveau, maar we zijn wel met name met belangrijke supermarktketen, met Albert Heijn, zijn we aan het experimenteren om te kijken de inrichting en, van de winkels, met name ook bij kassa's, maar ook op andere plekken, wat voor invloed dat heeft op koopgedrag. En dan vooral eigenlijk van scholieren, want we weten dat scholieren die gaan in de pauzes heel vaak even naar de lokale supermarkt en die gemiddeld weten we kopen die voor zo'n €2,30 aan eten. En het meeste is dan de chips en nou, alles wat je eigenlijk niet wil, de energiedranks en dergelijke. Dus daar zijn we mee bezig samen met Albert Heijn om te kijken van kan je daar dingen in veranderen en welke effecten dat heeft dat ook op de verkoop. Maar weet Albert Heijn of ze meer groente en fruit verkopen dan in 2012? Dat weet ze dan wel, ja, dat weet ik. Met zeg maar, zij doen natuurlijk heel veel aan het promoten van gezonde tussendoortjes. En dat weten ze dat wat meer gekocht wordt. Ja, verkoop. We weten natuurlijk niet precies aan wie. Ja, ik zit een beetje met die hoogopgeleide en dat fruit. Waarom zijn die meer fruit gaan eten de afgelopen jaren? Ja. Dat is vraag 1. En de tweede vraag is, je bent vooral gaan kijken naar hoogopgeleid, laagopgeleid. Waarom is dat de belangrijkste factor in het onderscheid? Of zijn er ook andere factoren die van belang zijn? Om met je laatste vraag te beginnen. Onderwijs of zeg maar de opleidingsniveau is een hele belangrijke voorspellende variabele als het gaat om gezondheid. Dus dat is een hele belangrijke variabele in die zin. Maar er zijn zeker andere kenmerken die ook een belangrijke rol spelen. En dat begint bijvoorbeeld bij leeftijd, geslacht, maar ook culturele of etnische herkomst. Het kan van genetische aard spelen. Dus daar spelen nog veel meer factoren een rol. En dat zijn ook allemaal dingen, als je naar de website gaat, dan kan je meer kijken naar andere factoren om ook uitsplitsingen te maken. Waarom hoger opgeleide meer fruit zijn gaan eten? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet niet, zijn mensen hier meer fruit gaan eten de laatste jaren? Telt avocado's fruit? Avocado's is, ja, dat ja, volgens mij. Hoe zou je het zelf noemen? Vetbom. Ja, vetbom. Ja. Tijdbommen. Ja. Avocado's, ja. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar volgens deze rapportage dus wel. Ja. 1 seconde. Kom even staan. Oh, sorry. Het is opvallend, denk ik, eerder dat dat de hoogopgeleide mensen juist minder fruit eerst aten ten opzichte van de rest. Ja, klopt. En dat pas in de loop van de tijd naar elkaar toe komt. En dat dus lager opgeleide wel meer fruit lijken te eten. Ja, klopt. Ik heb gehoord dat fruit eigenlijk niet meer is dan een zakje suiker met een smaakje. Dus ik weet niet of we daar zo blij mee moeten zijn. Ja, precies. Dat je niet de drankjes allemaal, de sappen moet gaan drinken. Want, maar dat heeft weer dan te maken. Ik ben geen voedingsdeskundige, maar dat je de manier waarop de suiker dan beschikbaar komt, is dan weer anders. Als je zeg maar gewoon ruw fruit eet, dan wanneer je dat eerst in een sapje gaat doen. Ja, sapje is echt een suikerbom, hè? Ja, ja. Nou, ik heb de overheid wil de percentage op btw op groente en fruit omhoog gaan gooien. Ja. En hoe denkt de GGD daarover? Ben ik wel benieuwd naar. De GGD, ja, wij volgen in die zin het standpunt van de wethouder volksgezondheid hier in Amsterdam. Erik van den Burg, een liberaal, VVD, maar die heeft vorige week nog expliciet uitgesproken van eigenlijk op gezonde voeding, waaronder groente, zou gewoon eigenlijk 0% btw moeten zitten. Oh. Dus, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk voor een liberaal. Maar dat geeft ook wel aan dus hoe Amsterdam erin staat. Van echt, de gemeente vindt dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan een gezondere omgeving voor alle Amsterdammers. Zodat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze wordt. En daar neemt de stad dus wel de verantwoordelijkheid. En ik ondersteun dat standpunt vanuit de GGD.
Wat is eigenlijk de reden dat dit een concern is, een zorg is voor de overheid? Heeft dat te maken met dat de overheid zich wil bemoeien met het algemene welzijn van ons? Of dat de overheid zorgen maakt over de zorgkosten? Want waarom zou de overheid zich zorgen maken over het feit dat wij langer leven? Wat is dat eigenlijk, waarom is dat een overheidsprobleem? Dat is een goede vraag. En dat is ook een discussiepunt wat telkens wel weer terugkomt. Van waarom moet de overheid zich eigenlijk bemoeien met bijvoorbeeld überhaupt leefstijl van mensen? Dat is een individuele keuze. Je maakt die afweging zelf. En als mensen zijn we slim genoeg om dat zelf te doen. Dus dat is jouw pak Jan. En maak je de foute keuze en ga je eerder dood? Nou, dan is dat... We weten uit kosteneffectiviteitsstudies dat een roker eigenlijk uiteindelijk goedkoper is. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk interessant. Wat wel het meer vanuit het sociale oogpunt van ja, we willen de omgeving, of je vindt als overheid van je moet een situatie creëren waarin mensen gewoon, elk kind wat geboren wordt, gezond en goed kan opgroeien. En als dat nog niet zo is, en dat kan zijn omdat mensen gewoon heel simpel de kennis en vaardigheden bijvoorbeeld niet hebben, niet weten wat is nou gezond, wat is gezonde voeding, allemaal dat soort zaken. En dat komt toch heel vaak voor, dat mensen gewoon de basale kennis, zeker bij lager opgeleiden, niet hebben. Van het idee van paprika chips, nou dat is... dat is groente, want daar zit paprika in. Dat is niet dat je dat één keer tegenkomt, maar de mensen gewoon puur... En dat zeg je van ja, dat legitimeert wel dat je daar als overheid een rol in moet hebben. Geld speelt absoluut een rol. We willen natuurlijk allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft leven en zo min mogelijk zorg nodig heeft. Dus investeren in preventie zo vroeg mogelijk in het leven, zodat je later... Ja, dat speelt zeker een rol voor... De hele samenleving. Absoluut. Je weet dat Karl Marx... Ja, zo. Je weet dat Karl Marx in essentie tegen het staatsrechtelijk inrichten van de zorg was. Want het had namelijk maar één doel, is om de arbeidsklasse verder te exploiteren. Ja. Dat is namelijk echt waar. De Karl Marx die vond het onzin. Ja. Dat Trump heeft er ook zo zijn gedachten over. Ja, ja, nog even. Hoi. Hi, wat ik wel benieuwd naar was, is... Nou, we zien dat die trend er al een tijdje is. Dat de lager opgeleiden dus minder groente en fruit eten. Of in ieder geval minder groente. Mm-hmm. Ja, wat heeft de overheid tot nu toe daarmee gedaan? Met al die data die jullie dus verzamelen? Dat is ook een hele goede vraag. Van verzamelen we eens in de 4 jaar en vervolgens doen we niks. En de volgende keer weer. Nee, dat verschilt wel een beetje per gemeente. Maar hier in Amsterdam is er onder de noemer de Amsterdamse aanpak gezond gewicht. En sinds 2012 een groot programma gelanceerd om weliswaar gericht primair op kinderen, maar ook volwassenen daarbij te betrekken, om eigenlijk de verdere ontwikkeling van de epidemie van overgewicht en obesitas te keren. Daar gebeurt heel veel in, maar een van de dingen is bijvoorbeeld met aanbieders van voedsel, een netwerk van voedselfabrikanten en aanbieders om te zorgen van, ja, wat er wordt aangeboden, dat gezonder wordt. Maar ook bijvoorbeeld de snoepautomaten uit de scholen halen. Of zorgen dat er bij een schoolplein niet meer direct een frietent staat. Dat soort heel divers. Tegelijkertijd kinderen op scholen meer educatie geven over gezond leven. Ouders daarbij betrekken. Noem maar op, eigenlijk te veel... om op te noemen. Maar dat is dus wel een groot programma waar Amsterdam aandacht aan besteedt. Ja. Arnoud, draai even om. Ja. We hebben nu de strip laten zien die jij graag van Anton Dingeman. Jij wilde die strip laten zien. Ik vind hem ook heel grappig, maar waarom wilde jij hem laten zien? Ja, waarom... Je mag je nu weer omdraaien, hoor. Ja, mag niet. Ik zie hem hier ook trouwens. Wat hij doet. Eigenlijk kan Wijnand dat veel beter doen, want die heeft hem gevonden uit de trouw. Dus volgens mij, als jij de microfoon even pakt... Kom even hierheen. Wijnand van de Boom van de GGD. Ik wilde deze laten zien, want het is heel kenmerkend. Laat het zien dat de trend die er is voor gezond voedsel. En dat het zo ver gaat dat je dus je kinderen niet meer wil laten spelen bij een gezin die niet aan gezond voedsel
Het doet me denken aan... Ik ging vroeger altijd spelen bij een vriendje... en ik mocht niet naar binnen voordat ik een appel had gegeten. Daar moest ik een beetje aan denken. Dus dat was juist het omgekeerde. Maar ja, het past precies bij de avond, deze strip. Ja, ja. En ook bij hoezeer voedsel een sociaal-economisch ding is. Ja. Wat ik heel erg grappig vond, was in de derde deel van de strip... al die dingen die ze niet mag. En ze moet ook niet iets aanraken. Ja, ja. Dat smetvrezerige wat er uitspreekt. Ja. Ja, dankjewel. Ja, dit raakt ook wel even de discussie. Wat moet je als overheid? Want hoe ver moet je gaan met dit soort dingen inderdaad? Van de gezonde keuze, de makkelijke maken, dat is oké. Okay, maar hoe normerend moet je zijn? En krijg je dit niet dit soort excessen? Mm-hmm. We hebben nog letterlijk 1 minuut. Dus nog een zelfvraag. Jij hebt me verteld toen we elkaar van tevoren spraken, zei de definitie van gezondheid is veranderd. Dat vond ik wel interessant. Je zei jaren geleden ging het om het begrip vitaliteit en hoe lang je vitaal bleef. Nu gaat het over participatie. Wat bedoel je met participatie? Ja, dat is vooral wat de overheid natuurlijk wil. Dat wij allemaal zo lang mogelijk actief kunnen participeren. En participeren, dat is dan onder andere werk, maar dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Op een of andere manier actief zijn in de samenleving. De klassieke definitie van gezondheid van de WHO is eigenlijk de afwezigheid van ziekte. Even in het kort gezegd. En nu kijken we veel meer van, ja, ook met beperkingen, ook met chronische aandoeningen. Wat kan iemand nog wel in plaats van niet alleen maar betitelen, je bent ziek, dus je bent vooral gehandicapt in die zin. Maar kijken naar wat zijn nog wel je mogelijkheden. En dat is eigenlijk het begrip positieve gezondheid wordt dat wel genoemd. Van kijken van met beperkingen wat je toch nog kan doen en ook kan bijdragen aan de samenleving in de brede. En dat wordt, ja, is natuurlijk in het kader van de participatiemaatschappij, wordt dat erg omarmd. Ja. Ja. Tot slot, jouw onderzoek richt zich uiteraard op Amsterdam. Maar kun je misschien toch iets zeggen over hoe Amsterdam zich in Goes en Gansen verhoudt tot de rest van Nederland? Als het gaat, we maken altijd ook wel een vergelijking met de andere grote steden. De G4. Nou, Amsterdam blijft er altijd uitspringen als het gaat om genotmiddelengebruik. Dus we gebruiken echt meer cannabis hier. We hebben ook veel meer coffeeshops. We gebruiken meer ecstasy en dat soort zaken. Als je gemiddeld kijkt... eigenlijk moet je voor Amsterdam niet naar gemiddelde kijken. Want dan doen we voor een heel veel dingen eigenlijk goed. Bijvoorbeeld als je kijkt naar alcoholgebruik, doen we het goed gemiddeld genomen. En dat komt omdat er een grote populatie mensen niet drinkt in Amsterdam. Veel van onze moslim-Amsterdammers drinken niet. Dus gemiddeld genomen... Maar goed, als je dan kijkt naar deze omgeving... De anderen centrum, maken het vast helemaal goed. Precies, dus als je kijkt naar Zuid en Centrum... dan is dat vele malen gevaarlijke drinkers. Ja. Dus eigenlijk moeten we voor Amsterdam zeggen gemiddelde onvoldoende. Moet je niet naar kijken. Je moet echt kijken naar verschillende groepen. Nou, de hoofdstad blijft nu eenmaal uniek. Ja, okay. Absoluut. Arnoud Verhoef, hartelijk dank. Dank je wel. Dan wil ik graag Suzanne Woperijs uitnodigen ons te komen toespreken. Suzanne werkt bij TNO en gaat ons vertellen over een interessante samenwerking die ze hebben opgezet, onder andere. Goedenavond. Leuk om even jullie van de andere kant te zien. Vooraan zie je dat niet te veel. Ik ga ook eerst even een introductie geven. Ik heb een prikkelende titel meegegeven. Eet je weer jong? En wat ik daarmee bedoel, ga ik jullie even uitleggen. Maar eerst een beetje over wie ben ik nou? Wat doe ik nou? Ik ben onderzoeker, wetenschapper. En ik vergelijk mij wel eens met een zogenaamde piskijker. En een piskijker, hier zie je een aantal voorbeelden daarvan. Die leefden zeg maar in rond de 1600. En in die tijd waren dat zeg maar de medische doktoren. In die tijd was een hele Victoriaanse tijd, dus dan mocht je geen lichamelijk onderzoek doen. Dus men moest een diagnose stellen aan de hand van pis. Dus er werd een urinesample in genomen. En dan de piskijker ging naar de kleur kijken. Hij ging ruiken. Hij ging zelfs even proeven. Dat is voor diabetes. Hanne Peel gaat daar nog veel meer over vertellen, want de pis of de urine van iemand met diabetes is zoeter. En op basis daarvan werd een diagnose gesteld. Nou, hetzelfde doe ik in het dagelijks leven. Dus ik kijk naar urine, maar ook bloed.
Maar in plaats van eigenlijk te ruiken en te kijken, meet ik daar met moderne technologie allerlei markers in om eigenlijk te kunnen vertellen hoe gezond is nou iemand. Nou ja, en wat drijft me dan? Ik vergelijk dat vaak met wat jullie hier in dit schilderij zien. Dat is de fontein van de jeugd, de Fountain of Youth. En als je daar in detail naar zou kijken, dan zie je aan de linkerkant oude en zieke mensen. En dan gaan ze in het water van de fontein van de jeugd en ze zwemmen een beetje en ze drinken een beetje. En zodra ze aan de andere kant komen, aan de rechterkant, zijn ze weer wat jonger, vitaler, een betere kwaliteit van leven. En ja, goh. Dat zou ik ook wel willen, hè? Dus hoe kunnen we nou jonge mensen weer wat vitaler met name krijgen, hè? Een jonger metabolisme of jonge stofwisseling. Daar ben ik eigenlijk, dat is mijn holy grail, om het zo maar te zeggen. Nou, en mijn andere inspiratiebron is deze man in de foto. Dat is mijn vader, samen met mijn dochter. Ze is inmiddels 4, maar daar was ze nou ja, onder de 1. En ik ben eigenlijk heel trots op deze foto, want mijn vader heeft allerlei leefstijlgerelateerde ziektes ondergaan. Dus hij heeft onder andere hart- en vaatziekte gehad, aterosclerose. Hij heeft ook kanker gehad. Dus dit is eigenlijk heel bijzonder voor mij, dat hij er nog steeds is, dat hij opa kan zijn. Maar ik heb ook bij hem gezien wat het veranderen van je leefstijl met je doet. Dus toen hij aterosclerose had, dat wil zeggen dat je dichtslibbing hebt van je aderen, kon hij eigenlijk niet meer lopen. Dus hij had zogenaamde etalagebenen. He, dat betekent van je kunt van de ene etalage naar de andere etalage lopen en dan moet je weer even rusten. En zijn arts heeft destijds gezegd van ga nou eens bewegen. En dat heeft hij gedaan. En ik vond het fascinerend, want daardoor kwamen er allemaal weer nieuwe bloedvaten. Het lichaam kon weer voor een heel groot deel herstellen en omgaan eigenlijk met de ziekte waar hij mee te maken had. En dat vond ik fascinerend. Dus je kunt nog zoveel doen, zoveel herstellen met leefstijl. En ja, weet je, ik heb best wel veel wetenschap en kennis. En ik zou heel graag mijn kennis ook, nou ja, willen brengen tot mijn vader. En mensen zoals hij. Nou ja, en zoals ik al zei, ik ben heel erg bezig met wat is gezondheid? Hoe kun je gezondheid meten? En hoe kun je uiteindelijk effecten van voeding, leefstijl op gezondheid vaststellen? En wij doen dat, wij kijken daar heel erg naar wat wij noemen veerkracht. En wat we daarmee bedoelen is, nou ja, wat ik hiermee vergelijk met de impact, impact wat die druppel heeft hier op het water. In dit geval zie je dat het water reageert, hè, een bepaalde hoogte, een bepaalde amplitude noemen we dat. En het duurt ook een bepaalde tijd voordat het water weer terug is in zijn originele staat, in balans. En dat is wat wij ook doen, maar dan bij mensen. Dus we zijn benieuwd naar de dynamiek van het lichaam. Dus als je even een impuls geeft, een stressor, een challenge, dan zijn we benieuwd hoe reageert het lichaam daar nou op. En voor ons is dat als iemand nou ja, soepeler daarop reageert, hè, dus beter daarmee om kan gaan met zo'n stressor, dan betekent het dat het lichaam in principe gezonder is. Dus ja, wij noemen dat met een moeilijk woord fenotypische flexibiliteit. Maar waar het op neerkomt is dat wij kijken naar veerkracht als maat voor gezondheid. En zoals ik al zei, wij doen dat in mensen, studies met mensen. En we geven deze mensen dan een milkshake. En die milkshake zit vol met vet, suiker en eiwit. En we kijken dan eigenlijk tot, nou ja, soms we hebben studies gedaan waarbij we tot wel 10 uur nadat men zo'n milkshake heeft gedronken, hebben gekeken hoe reageert het lichaam daar nou op. Hoe reageren alle biologische processen? Hoe werkt dat in jonge, veerkrachtige mensen? Hoe werkt dat in ouderen? Hoe werkt dat in mensen met een ziekte zoals type 2 diabetes? Dus we weten nu heel goed hoe het lichaam in allerlei gezondheidscondities reageert op zo'n milkshake. Nou, en zoals al aangekondigd, we hebben sinds 2 jaar een hele interessante samenwerking met een Amerikaans start-up bedrijf. Dat heet Habits. En dit is een voedingsbedrijf die voeding op maat levert. Dus hier kunnen jullie in deze slides een beetje zien wat de procedure is. Dus er wordt een zogenaamde testkit naar mensen gestuurd. En ik heb die testkit ook bij me. Dus een soort van boek. En dit boek, sorry, kunnen jullie me nog verstaan? Dit boek kun je openmaken en dan word je door de testkit heen geleid. Het begint met, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar met een meettape. Dan kun je je omtrek, je omvang, je taille kun je dan meten.
Je kunt wang... Dankjewel. Dat is heel... Ja. Hiermee kun je wangslijm afnemen. Daar kun je DNA-metingen mee doen. De genetica. En vervolgens beginnen we met het verzamelen van bloed. Hier zit een lancetje. Die kun je in je vinger prikken. Dan zit het druppeltje bloed dat dan tevoorschijn komt. Kun je hier op zo'n filtreerpapiertje druppelen. En dan zitten er ook nog wat mooie pleistertjes en doekjes bij. Om zeg maar je gewonde vinger te behandelen. Nou, en dan komen we aan bij de zogenaamde challenge test. De milkshake, zeg maar. Dan ga je vervolgens nog eens een keer bloed samplen na 30 minuten. Na 2 uur. En dan mag je het allemaal mooi in een pakje stoppen en het opsturen. En dat is dan het testkit. En ik heb hier, ja, hier is het mooie flesje met de milkshake. Die daar dan ook nog bij hoort. Nou ja, en zodra dat is gedaan, komt er krijgt u een mooi rapport thuis. Waarin dan staat hoe u ervoor staat qua gezondheid. U krijgt wat coaching. Dus er wordt verteld van, goh, wat hebben die testresultaten nog opgeleverd. En u wordt ingedeeld in een zogenaamde habit type, zoals zij dat dan noemen. En op basis daarvan kun je maaltijden bestellen op maat voor jouw gezondheidstoestand. Nou, en ik wil dan eindigen eigenlijk met mijn eigen persoonlijke verhaal over gezonde voeding. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij mijn vader, mijn inspiratiebron. En mijn drijven ook om hem te kunnen helpen. Dus mijn vader die heeft nog steeds last van... Sorry. Mijn vader heeft nog steeds last van hart- en vaatziekte. Dus hij heeft nog steeds verhoogde bloeddruk. En daarvoor krijgt hij medicatie. Hij zit op 2 verschillende medicamenten daarvoor. En op een gegeven moment kwam hij bij zijn huisarts. En die stelde vast, goh, uw bloeddruk is weer torenhoog. U moet nog een derde medicament erbij nemen. En mijn vader zag dat niet zitten, want in het verleden had hij dat ook gehad. En nou ja, dan ging hij tennissen en dan viel hij flauw. Dus dat vond hij heel vervelend en naar. Dus hij belde mij op met dat verhaal. Hij zat echt in zak en as. En toen zei ik van, nou ja, ik weet, ik heb zelf al wel eens ooit een genetische test gedaan. Ik heb een zogenaamd genetisch variant in het MTHFR-gen. Nou ja, hier ziet u zeg maar deze specifieke gen. En van mensen die dat specifieke gen hebben, is bekend dat als je riboflavine neemt, vitamine B2, dat dat helpt om je bloeddruk te verlagen. Dus dat helpt bij mensen met een verhoogde bloeddruk. En dat is aangetoond. Er zijn 2 studies gedaan, onafhankelijk van elkaar, waarin dat is aangetoond dat mensen alleen met deze specifieke genetische variant hun bloeddruk verlagen en dat een groter effect heeft dan welk medicament dan ook. Dus mijn vader is naar zijn huisarts gegaan met dit verhaal van mijn dochter heeft dit genetische variant. De huisarts geloofde er natuurlijk niks van. Ik heb wat publicaties gestuurd. En hij is vitamine B2 gaan slikken. Op advies van de huisarts moest hij zijn bloeddruk monitoren voor een maand. En na een maand bleek zijn bloeddruk klein beetje gedaald. Dus toen mocht hij vervolgens nog 2 maanden dat doen. En zijn bloeddruk is toen heel erg gedaald. En hij doet dit ook inmiddels alweer 1,5 jaar. En zijn bloeddruk is nog steeds goed. Dus hij heeft nooit meer dat derde medicament hoeven te nemen. Dus dit om te illustreren dat dit soort kleine informatie over metingen, dat je daarmee heel specifiek mensen eigenlijk gezonder kunt maken. En daarmee wil ik eigenlijk sluiten. Ik weet zeker dat dit verhaal uit het hart gegrepen is van Hanno Peil, die ons straks ook zal toespreken. En omdat we allemaal heel erg nieuwsgierig waren naar de Challenge Shake, hebben we voor jullie een proefje meegenomen. Ja, en daarbij moet ik wel zeggen, het is niet de... Want deze is de Challenge Shake die helemaal op smaak is gemaakt natuurlijk door Habit. Maar dit is degene die wij gebruiken in allerlei studies die wij doen hier in Nederland met mensen. Dus iets... Met andere woorden, het is helemaal niet lekker. Aan de smaak. Zit. Oké. We hebben nog een paar minuten. Kom je even zitten, Susan? U wilde niet? Nee?
Ja, want als je dat drinkt, dan moeten we allemaal straks bij jullie allemaal ook in de vinger komen prikken. Suzanne, je hebt een microfoon. Oké. Ik ben heel benieuwd naar de samenwerking van TNO met deze start-up. Ja. Ik mag aannemen dat de TNO zijn goede reputatie niet gaat riskeren door zich in te laten met een of andere dubieuze, modieuze hype-tentje. Hoe weet jij dat dit echt werkt? Want het klinkt mij namelijk te goed in de oren om waar te zijn. Je krijgt aan de hand van, nou ja, dit drankje, krijg je een gezondheidsrapport, dat lijkt me al onhaalbaar. En dan krijg je ook nog coaching en dan krijg je ook nog maaltijden. En dan denk ik, oh, volgens mij gaat het hebben vooral om de verkoop van de maaltijden. Dat is inderdaad natuurlijk hun businessmodel, zoals je dat zegt. Hè? Zij willen natuurlijk die maaltijden verkopen. Wat wij hebben gedaan bij deze start-up is eigenlijk de wetenschap geleverd. Dus we hebben ze advies gegeven over wat moet er nou gemeten worden. Wat zijn indicatoren om goed je gezondheid in kaart te kunnen brengen. En ook wij hebben de algoritmes zeg maar, geleverd op basis van kennis die er gewoon bestaat. Dus op allerlei publicaties van hoe kun je als je bepaalde processen, biologische processen, als die niet helemaal optimaal verlopen, hoe kun je dan met voeding dat weer normaliseren, optimaliseren. Mm-hmm. Dus wij hebben de wetenschap geleverd. Op dit moment hebben zij nog niet zeg maar, zelf aangetoond met hun service op wetenschappelijk niveau dat het ook werkt. Ze zijn wel bezig om een studie op te zetten om aan te tonen van kijk, het heeft ook meerwaarde voor de gezondheid. Wel hebben we binnen TNO zeg maar, studies gedaan rondom personalized nutrition zelf. Dat hebben we gedaan bij ouderen, waarbij we hebben gekeken naar nou ja, vitaliteit en spiergezondheid. En we hebben 60 ouderen gerekruteerd, die hebben we in 2 groepen verdeeld. De helft kreeg zeg maar, advies op maat, de andere helft kreeg algemene adviezen. We hebben ze feedback gegeven over hun gezondheid. We hebben ze gemeten voor die tijd en na die tijd. Zo'n challenge test hebben we natuurlijk ook gedaan. Mm-hmm. En daaruit bleek dat beide groepen gingen eigenlijk heel goed vooruit na 9 weken. En wij denken dat dat vooral komt omdat ze inzage kregen in hoe zij ervoor stonden. En dat dat nou ja, motiverend is om daarmee aan de gang te gaan. Ja, maar daarmee weet je nog niet. Kijk, we weten allemaal, en daar gaat Tom Barton van Changing Life Bond straks ook over vertellen. Heel veel van gezondheid is niet eens zozeer alleen wat je in je mond stopt, maar je hele gedrag. Ja. Hoe kan je dat gedrag beïnvloeden door alleen een rapport op te sturen? Ja, dus ik wil het verhaal nog heel even afmaken. Want het interessante uit die studie was dat als je het op maat maakt, dat je additionele gezondheidseffecten hebt. Dus die mensen die vielen meer af. Die zagen er qua vetpercentage beter uit. Ze hadden een gezonder voedingspatroon. En wat wij ook zagen was dat er juist de mensen die eigenlijk qua gedrag zeg maar moeilijk vinden om leefstijl te veranderen, die hadden juist de meeste gezondheidswinst. En wat wij denken dat er aan de hand is, doordat die mensen die moesten, kregen heel duidelijk instructies hoe ze hun gezondheid konden veranderen in kleine stapjes. Dus in plaats van het hele palet om alles te doen, hoefden zij van de 9 dingen maar misschien 2 dingen te doen. En van die 2 dingen kregen ze ook nog, hè, ze moesten een doel stellen en we gingen ze vertellen van nou ja, hè, bijvoorbeeld, het zou goed voor u zijn om uw vitamine D te verhogen. Konden ze uit een keuzemenu ook kijken van dit is wat ik normaal eet en dat zou je kunnen vervangen met deze producten. Dus het werd voor hen heel simpel gemaakt. Haalbaar. Haalbaar. Dus ik denk dat daar eigenlijk de crux in zit. En ook met het leveren van maaltijden. Je maakt het dus simpel, simpeler voor mensen om nou ja, te werken aan je gezondheid. Mm-hmm. Ja. Zijn er vragen voor Suzanne? Ja, ik kom naar je toe met de microfoon. Ik vroeg me af wat jullie allemaal meten op het bloed, dat je kan bepalen wat iemand moet eten, want daar heb ik geen verstand van. Dus. Ja, dus wij kunnen heel veel dingen meten. Dus wij kijken naar meestal zo'n 150 verschillende markers. En die hebben te maken met biologische processen. Die hebben te maken met ook hoe is je voedingsstatus. We kijken naar genetica. We kijken ook naar allerlei vragenlijsten van hoe staat u ervoor, hoe voelt u zich. Het is een beetje afhankelijk waar de interesse ligt. Dus afhankelijk van de studie en de onderzoeksvraag
wat het panel is van metingen waar we dan op focussen. Maar we kijken, we kijken heel, heel breed. Ja. Sorry, even wachten. Anders ben je niet te horen. Maar ik denk specifiek voor Habit. Wat jullie precies meten bij Habit? Ja, voor Habit is het, ik weet niet precies het getal, maar ook rond de 150 items, denk ik, gemeten. Dus een heel panel aan genetische varianten. En daarna ook een aantal markers in bloed. Plus ook waar houdt u van, waar houdt u niet van, smaakvoorkeuren. Dat wordt allemaal verwerkt zeg maar, in het algoritme om zo goed mogelijk de maaltijd af te stemmen op de persoon. En het begrip personalized data-driven nutrition. Het antwoord wordt gegeven. Pardon me. God spreekt tot ons. Dat data-driven is natuurlijk heel interessant. Ja, ik denk dat we op dit moment nog niet zover zijn. Dus dat komt in principe pas op het moment dat je metingen doet, mensen advies gaat geven, vervolgens weer blijft meten, zeg maar. En als je dan gegevens gaat verzamelen van een heel groot panel van mensen die je over een tijd volgt, dan kun je dus gaan kijken van, wat werkt wel, wat werkt niet. Dan kun je de adviezen gaan fine-tunen. Dat is echt de toekomst. Ik denk dat een van de sprekers, die zal er misschien ook nog wel op ingaan. Dat hoorde ik tenminste van tevoren bij het diner. Maar dat is zeker de toekomst, om data-driven adviezen te kunnen gaan genereren. En dat is ook de richting waar je in TNO op gaat? Jazeker. In dit? Ja. Oh, spannend. Ja. Oké. Okay. Ja. Suzanne, dankjewel. En hoe was het drankje? Lekkerder dan verwacht. Wacht even, Stefan, ik kom naar je toe. Stefan Kremers van de GGD. Ik was nog heel benieuwd wat eigenlijk zo'n pakket op maat mijn leven kost. Want we zijn begonnen met sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ja. En ik denk dat de mensen die pakketten bestellen waarschijnlijk best een goed inkomen hebben. En daarmee ook hoog opgeleid waarschijnlijk zijn. Dat klopt helemaal. Dus zo'n kit kost $300 om te doen. Het idee van Habit wel is, want de CEO Neil Grimmer, die is zelf, de reden waarom hij dit bedrijf is gestart is dat hij had hiervoor een heel groot bedrijf op het gebied van kindervoeding, was heel succesvol, maar hij had daardoor een enorm druk leven. Dus op een gegeven moment was hij daar klaar mee, dat bedrijf was verkocht en zijn vrouw zei, kijk nou eens in de spiegel. Je bent 20 kilo aangekomen, volgens mij gaat het niet goed met je, je ziet er niet uit, je hebt wallen. En hij is letterlijk in de spiegel gaan kijken en schrok daar ook wel van. En hij dacht, ik ga mij eens door laten meten. Dus hij is bij allerlei universiteiten langs gegaan, heeft zich door laten meten. En daar schrok hij van, want het bleek dat allerlei parameters zagen er niet goed uit. Hij is met voedingsdeskundigen gaan praten en die zeiden van, dit moet je gaan doen. En hij zag dat daardoor die parameters verbeterden. Dus daarmee is hij dit bedrijf gestart. En wel met de intentie om eerst te beginnen met die wat de doelgroep waar hij zelf toe behoort, hè, de rijke, drukke, rijke mensen, zeg maar. Maar wel echt met de intentie om zweterige, dikke, gestreste ondernemers, kortom. wellicht. Maar wel met de intentie om het uiteindelijk ook echt bij de lagere sociale klasse te laten belanden. Dus ook zijn vorige bedrijf, Plum heette dat. Daarbij, ze hebben zo'n label, zeg maar, om goed terug te doen voor de maatschappij. Dat bestaat dan in Amerika, ik weet niet precies hoe het heet. Maar daarbij gingen ze ook op een gegeven moment snacks ontwikkelen. En die deelden ze uit aan kinderen van arme gezinnen. Dus ze doen het nu nog niet. Maar ik weet wel dat de intentie er echt is om dit vooral juist bij die mensen te laten komen. Maar de push is nu heel erg van laten we zien dat het werkt. En dat de technologie goedkoper wordt. Maar dat het er wel uiteindelijk gaat komen. Er zit iemand op de Skype op ons te wachten. Kom maar staan. Nou, ik denk ook niet. Ik denk ook niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om de ondernemer te gaan verdedigen hier. Ik denk eerder dat het jouw verantwoordelijkheid is om te kijken of het ethisch verantwoord is om zoiets als een soort, een HQ te gaan ontwikkelen, waarbij er ongetwijfeld ook verliezers zullen zijn.
misschien voor verzekeringsmaatschappijen die op een gegeven moment informatie krijgen door middel van dit soort commerciële bureaus, die dat ongetwijfeld voor honderden dollars per individu kunnen gaan verkopen. Is dit iets wat jij ook meeneemt in het ontwikkelen van jouw kennis? Nou ja, wij werken natuurlijk in een onderzoeksinstituut en we doen veel humane studies en daarin nemen we natuurlijk de medisch-ethische aspecten mee. Ja, hierin hebben wij, ja, dit was voor ons een goede match omdat de intenties goed waren. Ze willen het goed wetenschappelijk doen en we doen het naar de beste kennis van dit moment. Dus weet je, dit is het beste wat je kunt doen. En ja, wij weten dat het werkt, zeg maar, en we hebben het geloof dat het kan. Ja, dus voor ons is dat medisch-ethisch gezien een goede deal, zeg maar. En daar kijken we dus op die manier wel naar. Dus we zouden niet zomaar met elk willekeurig bedrijf, zeg maar, gaan samenwerken om dat te doen. Dus wij hebben daar wel... Zijn gescreend, om in de terminologie te blijven. Ja, ja, zeker. Ja, nee, wij hebben natuurlijk... Ja, wij zijn gewoon wetenschappers met een goede intentie en een goed doel. En daar willen we naar handelen. Ja, ja. Ik hoop dat blijkt niet aan het einde dat je misbruikt bent door de commercie. Nee, daar geloof ik niet in. Goed zo. Suzanne Woperijs, dank je wel. Nu kijk ik naar de techniek. Bel ik zelf? Even bellen hoor. Laat ik eerst even onze volgende gast introduceren. Nee, ondertussen ga ik hem bellen. Hij is hoogleraar medische ethiek in Gent. En het was voor hem nogal veel gevraagd om eerst uit Antwerpen en vanavond terug naar Gent te gaan om hier even bij te zijn. Dus we hebben gezegd, we gaan met je skypen als je het goed vindt. Ignaas Davies heet hij. Het lijkt te werken. Hi, goedenavond. Hallo, goedenavond. Fijn dat je erbij kon zijn langs de digitale weg. Waar ben je nu? Ja. Antwerpen of Gent? Helemaal in Gent. Helemaal in Gent. Thuis in Gent. Ja hoor, zeker. Okay. Ik ben blij dat we met jou kunnen spreken. Want jij bent, behalve hoogleraar, ben je ook mede-auteur van de bundel Ziek van Gezondheid. En dat gaat over onze obsessie met gezondheid en hoe we daar juist weer ziek van worden. Vroeger, heb je me gezegd, waren we gezond, gewoon gezond, tot we ziek werden. En nu is het andersom. Wat is die situatie nu? Wel, ik heb inderdaad dat beeld gebruikt dat het uitgangspunt van waaruit we naar gezondheid kijken is veranderd. In die zin dat je vroeger... met alle voor- en nadelen die eraan gekoppeld waren natuurlijk. Maar vroeger ging je er in principe vanuit, tot het tegendeel is bewezen, ben je gezond. Dus je had af en toe klachten, dan ging je naar een arts in een ziekenhuis, je werd van die klacht genezen en dan ging je terug naar huis en deed je verder. Dat had het nadeel dat je soms ziek was terwijl je het niet wist, want dat heet zoiets, of zoiets heet vandaag preventie, sorry. Maar dat had wel het voordeel dat je een soort van gemoedsrust had, dat gezondheid niet iets was waar je de hele tijd hoorde mee bezig te zijn. En als je dat vergelijkt met vandaag, en ik heb daarnet een klein beetje de livestream meegevolgd, dus ik heb al een paar verhalen opgepikt. En dat zijn typische verhalen waar ik inderdaad uit afleid dat we, en deels terecht natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, maar dat we vandaag heel erg veel bezig zijn met onze gezondheid. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe de maatschappij in elkaar zit en onze gezondheidsproblemen. Maar het betekent ook voor een groeiende groep aan mensen dat ze een soort van, ja, ik noem het vaak een neurotische verhouding met hun gezondheid hebben ontwikkeld. Namelijk dat ze er de hele tijd mee bezig zijn. Elke stap die ze zetten, elke hapvoeding die ze opnemen, elk klein mogelijk symptoom dat ze zouden vertonen, is meteen een signaal van, er is iets met mij aan de hand. En jij zegt, dat geeft niet alleen stress, maar is ook een overbelasting voor de gezondheidszorg die daarmee niet toekomt aan mensen die wel echt ziek zijn. Ja, exact. Dus wat we vaak zien in ziekenhuizen, dat is in feite het grote drama, om het zo te zeggen, van gezondheidspromotie. Dat is die mensen die we moeten bereiken in de gezondheidszorg, die bereiken we niet.
Daar komen de folders en de vele voorlichtingscampagnes niet aan. En die mensen die eigenlijk nog niet in een ziekenhuis horen binnen te stappen, 1 omdat ze gezond zijn en 2 omdat ze er vaak al zijn binnengestapt voor een of andere screening, die komen dan vaak nog eens langs. Waardoor je een groep hebt, en dat zijn vaak hoger opgeleide, want die kennen de weg zeer goed, maar waardoor je een groep hebt die het systeem gaan overgebruiken. Dus we hebben niet alleen een groep van mensen dat te laat het ziekenhuis binnenstapt, we hebben ook een groep van mensen dat te veel het ziekenhuis binnenstapt, heel vaak vraagt om screenings, heel vaak denkt, ik ben nog niet voldoende onderzocht, laat ik nog eens een onderzoek afnemen. Vanuit het idee van, er komt ooit een dag waar je helemaal zeker kan zijn dat je perfect gezond bent. En dat is nu net het hele punt. Als je de vraag stelt, ben ik perfect gezond? Dan kun je nooit 100% zeker zijn daarvan. Dus denk ik vaak dat we een ideaal najagen waar we eigenlijk nooit zullen bij aankomen. Vraag jij je dat zelf wel eens af, of je wel perfect gezond bent? Wel, elke keer als ik over dit onderwerp spreek, komt die vraag onwillekeurig wel aan bod. Dus ja, uiteraard. Maar goed, ik heb er ook over nagedacht vanuit het gegeven van, je kunt nooit een voldoende, in de zin van een volledig antwoord krijgen op die vraag. Dus ik leg er mij ook bij neer dat er een factor van onzekerheid verbonden is aan de manier waarop wij leven, aan wie we zijn. En die onzekerheid die is er in feite altijd geweest. Ik denk het verschil met vroeger en nu is dat juist doordat we ernaar op zoek zijn, dat we ons ook meer bewust zijn van het feit dat we nooit die 100% zekerheid nog kunnen bereiken. Want hoe meer onderzoek we doen naar onze gezondheid en alle mogelijke ziektes waaraan we lijden, hoe meer we ook beseffen dat de mens een soort van vat vol risico's is. Als je kijkt wat we allemaal via genetische screening kunnen te weten komen, ja, dan heb je risico zoveel op deze ziekte, zoveel risico op een andere ziekte. En ik denk dat we daar nog moeten leren mee omgaan, eerder dan te denken dat er een dag komt waarop je met volle zekerheid kan zeggen, en nu ben ik 100% gezond. En leidt al deze stress over de vraag of we wel of niet gezond genoeg zijn, leidt dat tot meer actie van onze kant? Of leidt dat juist tot een gelatenheid in de hoop dat iemand anders ons zal zeggen wat we moeten doen? Zoals de godsdienstwetenschapper Makelbergen, die ik in het begin citeerde. Dat citaat heb ik dus niet opgevangen. Leidt het tot actie? Ja en nee. Wat mij wel opvalt is dat, en dat vind ik is zeer opvallend in een periode waar de individuele autonomie zo centraal staat. We zijn heel erg gevoelig voor mensen die zich bemoeien met ons leven. Maar als het op gezondheid aankomt, dan besteden we een groot deel van onze activiteiten uit aan zogeheten experts die ons komen vertellen wat we moeten eten, hoeveel we moeten bewegen, wanneer we moeten gaan slapen. En ik vind dat zo opvallend, alsof we dus anno 2017 niet meer in staat zouden zijn om zelf onze dagelijkse structuur op orde te brengen. En dus gezondheid, als je het bekijkt, dan komt het toch op een paar basisprincipes aan. Dat is dat je niet steeds dezelfde voeding eet, dat je nergens in overdrijft, dat je een beetje fysieke beweging hebt zonder ook daar weer in te overdrijven. En dat je daarmee al een heel eind verder komt. En ik heb vaak de indruk dat een aantal mensen niet alleen in actie komen, maar in een soort van overactie, vanuit een soort van overgevoeligheid daarmee omgaan, waardoor ze steeds meer de lat hoger leggen. Dan is niet 3 keer per week sport voldoende, maar dan moet het 4 keer of 5 keer. En dan moet je niet 1 keer de Mont Ventoux opklimmen, maar minstens 2, 3 keer. En zo krijg je een steeds verdergaande verschuiving die inderdaad voor een groep aan mensen in de maatschappij tot een soort van obsessie is geëvolueerd. Dit heeft geleid tot wat jij noemt een nieuwe kaste van mensen, de worried well. Ja, ik vind het een zeer mooie term. Had ik die term maar uitgevonden, ik was heel trots geweest op mezelf, maar ze komt niet. maar ik vind het een zeer accurate omschrijving om wat er inderdaad bij die mensen gebeurt. In feite stellen ze het goed en ze maken zich toch zorgen. En dat is zo opvallend, omdat het een soort van neveneffect is van, nogmaals, een terechte bekommernis natuurlijk om onze gezondheidsstatus in onze maatschappij. Want we hebben en we kampen heel sterk met grote gezondheidsproblemen. Maar vaak zijn het die mensen die in feite al een gezonde leefstijl hebben, die er dan nog eens extra mee bezig zijn. We zien dat zeer mooi
in zeg maar de populatie die ziekenhuizen binnenkomen. Hoger opgeleide liever, die zijn vaak overgerepresenteerd in de cijfers die heel erg met preventie bezig zijn. Terwijl lager opgeleide, die vaak al overgerepresenteerd zijn in ziektecijfers, minder het ziekenhuis binnenstappen. Dus daar moeten we echt kijken hoe bereiken we de risicogroepen en hoe vermijden we dat de angst bij die groepen die eigenlijk best nog wel rustig mogen leven, nog groter aan het worden is. En dus vooral niet evolueert tot een soort van ja, bijna ziekte zelf in het najagen van bepaalde gezondheidsidealen. Mm-hmm. Dat was inderdaad mijn laatste vraag. Hoe doorbreek je dit? Hoe haal je die wellicht overbodige bezorgdheid weg? Ja, de vraag klinkt zeer eenvoudig, maar het antwoord is van een iets complexere aard. Omdat het denk ik met een aantal factoren te maken heeft die in onze maatschappij algemeen helden. Namelijk, wat we in feite de hele tijd door doen, is permanent bezig zijn met onszelf. Hè. Onze identiteit is belangrijk, hoe we eruit zien, ons lichaam is de spiegel van onze persoonlijkheid. En daar zijn we heel hard mee bezig. En ik denk niet dat morgen dat individualisme of dat sterk streven naar een uitstraling, een persoonlijkheid, een identiteit, dat zal afnemen. En dus een goede gezondheid hangt ook vast met je sociale status. Hè? Want je toont daarmee in feite, kijk, ik heb alles onder controle. Ik ben bewust aan het leven, dat soort van idealen meer. Wat we denk ik nodig hebben, is dat we daar als het ware, en het klinkt dan misschien een beetje banaal, maar toch, maar dat we daar als het ware terugvallen op een soort van common sense idee. Namelijk onze ouders en grootouders, die waren best wel in staat om min of meer met gezond verstand te kijken naar wat ze ongeveer nodig hadden om een goed leven te leiden. En wat wij vandaag doen, is vanuit de angst dat er altijd nog iets verkeerd is, steeds meer te raden gaan bij allerlei experts. Kijk naar wat er in magazines te lezen valt, kijk naar de honderden boeken die daarover gepubliceerd zijn. En die telkens ook andere verhalen vertellen. Dan moet je dit eten, dan weer dat, dan is het 1 glas wijn per avond, dan weer mag het 2 of dan net weer minder. Dus we raken daardoor in de war. Dus ik zou zeggen, probeer iets minder het streven of het nastreven van de perfecte gezondheid centraal te stellen in je leven. En probeer je af te vragen, is gezondheid misschien wel een belangrijk perspectief in mijn leven, maar misschien niet het enige. Want ik heb de indruk dat bij mensen op de duur gezondheid nog het enige is waar ze aan denken. Mm-hmm. En je kunt ook op restaurant gaan en iets uit het menu kiezen, zonder dat je altijd afvraagt, is dit goed voor mijn gezondheid? Want eten kan ook gewoon lekker zijn. Hè? Dus we moeten niet alle activiteiten herleiden tot, wat is het effect ervan op mijn gezondheid? Ja. Denk dat over die verwarrende voedingsadviezen hebben we net in Nederland een grappig gesprek in de media gehad over het ontbijt. Het nationale ontbijt. Wat moet een kind ontbijten? En of daar wel of niet hagelslag in mag, bijvoorbeeld. Mag een kind van jou hagelslag eten? Ignaas? Ja hoor. Ik doe het zelf ook trouwens. Deze ochtend. In the interest of full disclosure, de hoogleraar ethiek en medische filosofie eet zelf ook hagelslag. Stel je voor. Het is vast heel goed voor je. Daar word je blij van. Ja hoor, soms wel. Absoluut. Ja. Ja, volgens mij is blij worden ongeveer het beste voor je gezondheid van alles. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Zeer graag gedaan. Dankjewel, Ignaas Davies. Tot ziens. Leuk, hè? Ja. En nu is de vloer aan onze vaste partner van Stadsleven, AI. Leo van Hee gaat ons iets vertellen over een fragment die hij heeft uitgekozen en ons dat fragment laten zien. En het is heerlijk. Ik voel hem al aan. Nou ja, het is natuurlijk interessant of je zeg maar in een filmarchief ook iets kan vinden wat iets vertelt over de manier waarop de verbeelding van gezondheid is veranderd. Nou ja, dat kan absoluut. En reclame- en opdrachtfilms, die bieden wat dat betreft fascinerend materiaal. Nou ja, reclamefilms die verschijnen eigenlijk al sinds het eind van de jaren 10 van de vorige eeuw in Nederlandse bioscopen. En toen duidelijk werd dat film als massamedium enorm publieksbereik en invloed had, waren ze al snel niet meer weg te denken uit de bioscoop. En ze zouden ook een hele belangrijke voedingsbodem van de Nederlandse filmindustrie gaan vormen.
Nou, we kennen natuurlijk allemaal achterhaalde reclameslogans uit de jaren 60. Hebben we het volgens mij ook al eerder genoemd door Tracy. Melk is goed voor elk. Maar gezondheid is ook in de vroege jaren van de reclamefilm al een veel voorkomend thema. Zoals roken bijvoorbeeld, vroeger heel erg oké. Volgens mij vorig jaar lieten we nog een commercial uit de jaren 30 zien waarin voor sigaretten. Waarin een lekker potje voetbal en het roken van de juiste sigaret met elkaar in verband wordt gebracht. Nou, ik heb vandaag gekozen voor iets heel anders. Een koffiecommercial uit 1931 van Koffiehag. Wie kent Koffiehag nog? Koffiehag mag. Nou, het is nog steeds bestaand merk. Het is al heel oud. Opgericht in 1906 en sindsdien gespecialiseerd in cafeïnevrije koffie. Dat wist ik niet. Ik heb altijd gedacht dat DKV een modern dingetje was. Maar het bestaat al veel langer. Nou, de titel van de film, Koffiehag, spaart hart en zenuwen. De plot. Een echtpaar ontdekt de oorzaak van een nervositeit. Met, in de vrouwelijke hoofdrol, Lili Bouwmeester. Een van de bekendste actrices uit de vooroorlogse Nederlandse speelfilm. En let ook vooral op het fantastische Nederlands. Baptiste. Partij. Jullie zijn niet meer nerveus, maar ik zou jullie van die zenuwen afhelpen. De nerveuze vrouw is altijd moe alsof zij de hele nacht niet geslapen heeft. Zij slaapt ook dikwijls nachts werkelijk niet. Een voordracht van dokter Stekels over de nerveuze mensen onze dagen. Door allen, zelfs door haar familie, voelt zij zich miskend. Zij is vaak snibbig en kregelig. We hebben het over jou, schatje. Met een man is het niet veel anders. Hij weet zelf niet wat hij wil. Hij zou alles willen. Alleen maar niet datgene wat hij doen moet. Hij zoekt naar iets waarover hij zich kan ergeren. Hij maakt aanmerken op dit en op dat. Het is net of hij jou persoonlijk beschrijft. Alle mogelijke geneesmiddeltjes worden te pas en te onpas gebruikt. Maar steeds wordt maar weer de fout gemaakt de koe niet bij de horens te pakken en te breken met de verderfelijke gewoonte om prikkelstoffen te gebruiken, waarvan ik de in koffie aanwezige cafeïne in de gevaarlijkste vind. Omzet alsjeblieft die radio af. En ik wil nog meer horen. Is het te luid met jullie gekibbel? Ik ben het volkomen met dokter Stekels eens en ik zal trachten jullie van je kibbelziekte, die tenslotte toch een overprikkeling der zenuwen is, te genezen. Proef die koffie nou eens. Lekker, hè? Werkelijk heerlijk. Verrukkelijk. Nu de echte cafeïnevrije koffie. Absoluut onschadelijk voor hart en zenuwen. Door grondige reiniging is ontdaan van dit slechtriekende afvalproduct het koffievuil. Een groot hygiënisch voordeel dus. Ten tweede is het gevaarlijkste bestanddeel, de cafeïne, eraan ontrokken. Deze 7 gram cafeïne zijn uit 1 enkel pond koffiebonen gehaald. Geleerden van wereldreputatie hebben uitgemaakt dat de cafeïne veelal de oorzaak is van slapeloosheid, hartkloppen, storingen in de spijsvertering en andere nerveuze verschijnselen. Dus de cafeïne is ook de oorzaak van jullie ruzietjes. En daarom is Koffiehag ook de aangewezen drank voor jullie. En voor u zou het ook beter zijn geregeld Koffiehag te drinken. Vooral u, meneer, u moet Koffiehag drinken. En ook u, mevrouw. De bekoorlijkheid van deze schone jonge dame zou door minder zenuwachtigheid worden verhoogd. Dus ook voor u, Koffiehag. En voor allen. Dames en heren, probeert u het nu ook eens met Koffiehag. U zult dan spoedig allemaal met mij mee kunnen zingen. Ik voel me toch zo prettig, zo prettig, zo prettig. Ik voel me toch zo prettig, dat komt van Koffiehag.
Leo, we gaan nog meer samen doen, Stadsleven en AI. We gaan, vertel jij het maar. Nou, we gaan Stadsleven ook naar AI brengen. Voor vanaf volgend jaar, twee keer per jaar, gerelateerd aan onze themaprogrammering. Het voorjaar is dat mei 1968 was thema. In het najaar gaan we de technologische mensen kijken. En Stadsleven gaat daar een hele belangrijke rol bij spelen. Dus we gaan de film als uitgangspunt nemen. Daar, eigenlijk gaan we sprekers ook vragen om zeg maar, in ons archief te komen grasduinen op zoek naar allerlei leuke en spannende filmfragmenten. Ik verheug me. Volgens mij hebben we al een datum. Ja, ik ken hem niet aan mijn hoofd, maar volgens mij zitten we begin mei ongeveer. Ja, mei 68. Volgens mij 9 mei, als alles volgens plan verloopt. Maar hou het in de gaten, ook via de nieuwsbrief. En dan in AI en dan met de film in de hoofdrol. Ja, sowieso. Hartstikke leuk. Dankjewel, Leo. Tom, mag ik jou vragen naar voren te komen? Microfoon? Ja. Tom Barton van Changing Life Hub en de Personal Body Plan. Je hebt een aantal slides voor ons. Misschien wil je ze achter de katheder vertellen of liever hier? Oh, ik kan hier ook wel zitten hoor. Oké. Okay. Dan ga ik je wel de klikker geven. Oké. Okay. Wat is Changing Life Hub? Nee. Ik wil eerst met iets anders beginnen. Wacht heel even, dan komen we er. Op jouw rechterpols staat een datum getatoeëerd. 4 september 2006. Ja. Toen is iets belangrijks gebeurd. Ik denk dat het een belangrijk moment was in mijn leven. Dat was eigenlijk het moment dat ik me realiseerde dat mijn gezondheid of mijn vitaliteit of hoe we het ook... willen noemen inderdaad, dat staat hier op mijn arm. Zo belangrijk. Het was eigenlijk de dag dat ik besefte van, hey, ik zit niet zo heel erg lekker in mijn vel. En ik zie er ook niet heel erg gelukkig uit. Volgens mij is er ook een foto van die ik me heb gestuurd. En het is tijd om wat te veranderen aan mijn leven. Want ik weet dat ik wat in mijn leven, dat ik wat kan. Maar ik kan nog niet helemaal ontdekken wat het dan is. Ik heb oorspronkelijk VMBO theoretische leerweg gedaan. Het gaat hier veel over hoog opgeleide, laag opgeleide. Ik denk dan ook, maar misschien moeten we dan ook eens goed kijken naar het schoolsysteem. En de wijze hoe we dus educatie doorvoeren. Misschien kunnen we meer van die laag opgeleide naar hoog opgeleide brengen. Misschien is dat, moeten we bij de basis beginnen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar goed, die 4 september 2006 was dus een belangrijk moment voor mij om een verandering door te voeren in mijn leven. En aan de slag te gaan met mezelf. En nu heb je echt een imperium. Vertel. Ik praat daar nooit zo over mezelf, maar als anderen dat zeggen, ja, dan kan ik dat alleen maar als een compliment. Kun je dat alleen maar beamen? Tot me nemen, inderdaad. Wat is Changing Life Hub? Nou, ik denk Changing Life Hub is eigenlijk de fysieke manifestatie van wat wij noemen de Complete Lifestyle Experience. Het moederbedrijf heet Changing Life. En eigenlijk is dat in essentie mijn filosofie. Is dat ik enerzijds in positieve zin heel veel mensenlevens wil veranderen. Maar dat anderzijds het leven ook constant aan verandering onderhevig is. En wij ook graag een aanvoerder willen zijn in die verandering. Omdat verandering vaak wordt gezien als iets engs of spannends. En wij zeggen eigenlijk, zorg ervoor dat je verandering omarmt. Want daardoor kan jij als persoon ook groeien in je leven. Nou, dat is eigenlijk oorspronkelijk wat ik heb gedaan. Hoe deed ik dat? Ik ging naar de sportschool. En daar kwam ik kwam in de sportschool terecht. Ik kom uit een klein dorpje in Flevoland. En dat fascineerde mij enorm dat eigenlijk de maakbaarheid van mijn lichaam, door in dat geval te trainen, mij ook een gevoel gaf van maakbaarheid over mijn leven. En dat greep mij enorm, dat gevoel. En vanuit dat gevoel dacht ik van, hey, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik andere mensen ook kan helpen om dit gevoel te realiseren? En van daaruit is eigenlijk... alles ontstaan op mijn zolderkamertje, 5 jaar lang aan gewerkt, Amsterdam verhuisd, om hier de inhoudelijke mensen om me heen te verzamelen, die daar verder vorm aan konden geven. Ja. En vandaar Changing Life eigenlijk als filosofie, maar ook als moederbedrijf onder een aantal lifestyle gerelateerde concepten, waarmee we het mensen makkelijker willen maken om eigenlijk de fitte levensstijl te omarmen. En jij bent ook de bedenker van het Personal Body Plan. Ja, vertel. Dat is eigenlijk waar het als product ooit mee begonnen is. Hier zie je een foto van mij in het zwembadje. Ik kwam hier van een
van een zuivakantie. Dat ben jij op... echt, hè? Ja, dat ben ik echt. Echt ja. waar? Ja. Oké. Okay. Okay, okay. Ja, ja. Die foto, die linkerfoto, dat is in 2006. Ik was met vrienden op vakantie geweest. Het ziet er ook niet slecht uit, jongen. Ja, ja. What's the problem? Ik denk dat dat subjectief is, maar oké. Okay. Ja, het water loopt net strategisch over je buik natuurlijk. Ik voelde me daar in ieder geval niet zo fijn en ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik was altijd wel heel erg sportief. Maar ik denk, en dat is ook wat hier veel speelt, van, ik denk dat we altijd terug moeten gaan van naar de oorsprong van ja, waarom is nou iemand geworden zoals die is. En dat gaat veel dieper dan het alleen al hebben over voeding. Dat gaat veel dieper en dat had bij mij privé te maken bijvoorbeeld. Dus ik zag die foto, ik dacht, ik ga wat aan mezelf veranderen, ik ga naar de sportschool. Maar daar kwam ik al heel snel achter dat wat voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken. En met alleen trainen ga je er ook niet komen. En ik zag heel veel mensen in die sportschool, zag ik al vroegtijdig afhaken. Want ik begon niet in mijn eentje, ik begon met een aantal vrienden. Maar ja, die vrienden die haakten al snel af. Dus dat vond ik ook wel interessant van, hey, hoe kan het nou dat de fitnessbranche eigenlijk in zijn geheel een positieve bijdrage moet leveren aan problematiek die er op dit moment heerst. Ook op het gebied van overgewicht. Maar de eigenlijk niet toe in staat is om daar iets mee te doen, omdat het eigenlijk niet beter wordt. Jij zegt de sportscholen hebben gefaald. Dat zeg ik alle sportschool-eigenaren ook inderdaad. En Personal Body Plan had eigenlijk nooit mogen ontstaan als de sportscholen goed hun werk hadden gedaan. Wat hebben ze dan niet goed gedaan? Ik denk dat als je als je vandaag de dag kijkt naar een restaurant dat leeg is, dat is nu niet succesvol. Een winkel die leeg is, is ook niet succesvol. Maar een gym die leeg is, die is super succesvol. Dus het gaat helemaal niet om mensen helpen. Het gaat eigenlijk om zoveel mogelijk geld te verdienen met die panden. En mijn doel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat maar juist... wat is dan het succes van een lege gym? Dat degenen die erachter zitten vooral heel veel geld verdienen aan slapende leden. Dus die mensen die helpen we niet zozeer. Mensen die wel betalen, maar niet komen. Exact. Maakt het uit voor een sportschool of ze niet komen? Want die faciliteiten zijn er toch? Inderdaad, dus voor die sportscholen maakt het niet zozeer uit. Maar vanuit mijn visie en hetgeen wat ik ervaarde en hoe ik mensen wil helpen, vind ik dat wel belangrijk. Dus heb ik eigenlijk bedacht, oké, laten wij zorgen voor de inhoud met Personal Body Plan. Dus mensen begeleiden op 4 kernelementen, gedrag, voeding, training en herstel. En ook in die volgorde, omdat het begint vanuit onze visie begint het bij gedrag en daar eindigt het ook weer mee. Dus we praten hier heel veel over voeding, maar eigenlijk volgens mij gaat het veel meer over gedrag. En spreken we eigenlijk vanuit een biopsychosociale probleem en moeten we het veel, is het probleem veel complexer en zullen we het ook vanuit verschillende invalshoeken moeten benaderen. Dus dat kunnen wij niet alleen, daar willen we graag in samenwerken. En nou, hoe doe je dat dan met de Personal Body Plan? Hoe werkt het? Die faciliteiten zijn er inderdaad, die zijn leeg. Dus wij willen wel heel graag gebruik maken van die faciliteiten. Het kost heel veel geld om die faciliteiten neer te zetten. Dus dat is, die overhead willen wij zelf niet hebben. Dus wij zeggen nu eigenlijk, oké, iedereen die start met Personal Body Plan kan gratis trainen bij Sportschool X. Dus op die manier zorgen wij ervoor dat er eigenlijk weer meer mensen... want als je kijkt naar onze members, die zijn wel heel gemotiveerd. En die maken we ook gemotiveerder. Dus die gaan ook vaker inderdaad naar de sportschool dan de mensen die nu gemiddeld 0,9 keer per week of zo gaan. En het heeft ook een belangrijk digitaal component, hè? Je hebt een coach die je kunt benaderen via de Personal Body Plan app. Heb ik het goed? Ja, ik denk dat net was ook een belangrijk vraagstuk van oké, dit is vooral voor de hoogopgeleide mensen. Dus die hebben ook meer geld te besteden. Dus die worden meer geholpen. En als je kijkt naar inderdaad wat kost een personal trainer. Nou, die kost al vrij snel €65 per uur. In Amsterdam is, omdat de markt daarvoor is, ja, dat is al vrij snel hoger. Dan heb je eigenlijk... Een goede loodgieter kost tegenwoordig meer, by the way. Ja, okay, maar... ja, dat zou kunnen, dat is niet mijn vak. dan heb je eigenlijk ook nog iemand nodig, wellicht die je begeleidt op het gebied van voeding. Misschien meer op het gebied van je lifestyle. En zo hebben wij eigenlijk gekeken, hoe kunnen we nou vanuit een digitale component meer mensen helpen om eigenlijk aan zichzelf te werken. Dus, vandaar dat dus je digitale... hebt een digitale coach, ja. Maar jullie doen nog veel meer. De digitale coach is dus niet een computer, maar dat is dus echt een persoon. Dus we hebben 125 personal body coaches die door heel Nederland verspreid zitten en dus mensen elke dag helpen. Het mooie daarvan is dat dat freelancers zijn, dus die bouwen eigenlijk hun eigen
business op ons platform. Dus daarmee genereren we ook nog werk. En omdat er heel veel mensen zijn vanuit onze optiek die hulp nodig hebben, zullen er dus ook meer professionals moeten komen om die hulp te kunnen bieden. Want volgens mij is de laatste stand dat 49% van de mensen in Nederland overgewicht heeft. Dus er is inderdaad een probleem. En nou, ongetwijfeld op iets van diabetes type 2, waar straks nog meer over verteld wordt, ja, zijn daar ook problemen. En ja, zou ik daar wel graag een bijdrage aan willen leveren met, ik hoop, een heleboel andere professionals om dat enigszins in ieder geval tegen te gaan. Maar jullie zijn daar veel meer omheen gaan doen. Ja. Nog veel meer services. Ja, dus Changing Life is een holistisch concept. We zijn gestart met Personal Body Plan. Ik denk dat dat het gat in de markt was. Hoeveel mensen doen het nu? Op dit moment, vandaag de dag, doen 8.500 mensen door heel Nederland dat. Ik denk dat het gat in de markt was. In die zin, we geven allemaal sociaal geaccepteerde antwoorden hier dat het over onze gezondheid gaat. Maar als we teruggaan naar de basis, dan denk ik dat 90% van de mensen toch nog steeds naakt goed uit wil zien. Dus dat als er morgen een pilletje op de markt komt, waarmee de dag erna er fantastisch uitziet, dat een heel groot deel van die mensen dat ook daadwerkelijk zou doen. Dus van daaruit eigenlijk, en dat hoeft voor mij, is dat niet eens zo heel erg. Alleen het gaat er denk ik meer om dat het niet te is. Dus gamen is niet erg, maar te veel gamen is erg. Alcohol is niet erg, maar te veel alcohol is niet erg. Dus voor mij gaat het ook niet om een soort van balans. Maar mij gaat het meer om, veel meer om stabiliteit in jezelf. Want ik vind balans ook eigenlijk een best wel moeilijk woord. Ja, een beetje, gezondheid eigenlijk beetje modisch. Ja, ja, gezondheid is veel te complex. Wat is nou eigenlijk de definitie van gezondheid? Ja, ja, nee. Het is moeilijk te definiëren. Veel te groot. Ja. Maar jullie zijn meer diensten gaan doen. Maaltijden. Ja. Doormeals genoemd. Ja, doormeal. De naam zegt het eigenlijk al. Deurmaaltijd. Dus wij zeggen eigenlijk van oké, je plan is leidend. En binnen dat plan zit heel veel flexibiliteit. Want ik denk dat enerzijds weten we dat mensen te veel eten en daardoor komen ze aan, want uiteindelijk is het heel simpel, de energiebalans is leidend. Dus het is inderdaad wat net ook al werd gezegd, minder eten en meer bewegen. Ja, het is in de basis is het heel erg simpel. Maar ga het maar eens doen. Jij doet het al. Dat het makkelijk is betekent nog niet dat het, of dat het simpel is, betekent niet zozeer dat het makkelijk is. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld een interessante vraagstuk is, niet zozeer het feit dat we waarom we overgewicht krijgen, dat weten we omdat we overconsumeren, maar waarom overconsumeren we nou? En dat gaat veel breder omdat dan... Omdat het lekker is. Ja, onder andere. Maar dan gaan we bijvoorbeeld suiker demoniseren. Dan is dat opeens weer het ding. En ik denk... Vet is ook heel erg slecht nu. Tijd. En dan is het inderdaad... dan straks zullen het een keer eiwitten zijn waarschijnlijk. En zo koolhydraten. Dat zijn eigenlijk ook weer suikers. Maar zo is... zo zijn er natuurlijk heel veel losse elementen waar we ons op richten en dat het goed of fout is of slecht goed. Nee, het is niet of, maar het is en. En het zijn al die dingen bij elkaar. Ja, als wij hier in Amsterdam 's nachts uit bed stappen om 3 uur, dan kunnen we ook nog steeds eten en drinken krijgen. Dus ik denk dat, dat gewoon onze hele maatschappij er invloed op heeft. En dat we daar ook weer een invloed op uit kunnen oefenen. Maar je hebt dit bedrijf ook echt ontwikkeld tot wat je me zei toen ik je daar kwam opzoeken, tot een one-stop shop. Ja. Ook met sportkleding, mm-hmm, en met die maaltijden, ook met het bezorgen van de maaltijden. En je gaat het plan ook, de Personal Body Plan, ook diversificeren, vertelde je vanavond. Ja, we zijn eigenlijk een lifestyle ecosysteem aan het creëren eigenlijk. En wat ik daar ook wel belangrijk bij vind om te vertellen is dat de initiële investeringen om zoiets neer te zetten, die zijn heel erg hoog. Dus het is heel logisch dat bedrijven aan de bovenkant van de markt beginnen om van daaruit verder af te dalen en om meer mensen te kunnen helpen. Dat hoort ook gewoon bij ondernemen, denk ik. En dat is ook mijn doel, om ervoor te zorgen dat we straks veel meer mensen kunnen helpen en het echt toegankelijk kunnen maken. Of dat nou op het gebied van Personal Body Plan is of met Doormeal inderdaad. Maar echt om het toegankelijk te maken. Nou, we zijn dus vanuit Personal Body Plan aan het kijken van oké, hoe kunnen we daar nou als framework, want iedereen heeft een body, iedereen heeft vanuit onze optiek ook een plan nodig. En hoe kunnen we dat nou zo maximaal relevant maken, omdat ik denk dat persoonlijk inderdaad heel erg belangrijk is. Hoe kunnen we daar nou nog meer in verdiepen? En we zijn ooit begonnen misschien meer vanuit het esthetische gedeelte, om mensen daarmee aan te spreken. Maar we zijn nu al veel verder aan het kijken, de diepte in. Bijvoorbeeld mommy plan, om mommies weer fit te krijgen na hun zwangerschap, ongeacht alle complicaties ze hebben gekregen. Buikspieroefeningen. Om dat dus niet te doen op het moment dat je bijvoorbeeld een keizersnede hebt gehad. Of net zwanger bent. Ik zeg ook niks meer.
Dus, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van zwangerschap of het gebied van diabetes. Dus daar zullen wij nu een breder aanbod gaan brengen om daardoor ook relevanter te zijn voor het individu. Ja. En we doen bijvoorbeeld PBP Gym, dat is ga je met je personal body plan naar de gym toe. We hebben personal body plan at home, daar kan je thuis je training doen. Omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die niet naar de gym toe kunnen. Of die de drempel te hoog vinden om naar de gym te gaan. We hebben personal body plan at park, zodat je gewoon lekker in de buitenlucht je training kan volbrengen. En ik ben het er helemaal mee eens dat het gaat om dat mensen niet te veel gaan doen. Dus daar wij proberen mensen eigenlijk weer terug te brengen naar de basis. En met het plan eigenlijk als gids en de coach die daarachter zit als eigenlijk de procesbegeleider. Want we hebben een team van experts, bewegingswetenschappers, voedingsdeskundigen, gedragsdeskundigen, die eigenlijk via een team around the team principe ervoor zorgen dat de kwaliteit ook daadwerkelijk bewaakt wordt. Ja. Mag ik Hanno Peil vragen erbij te komen? Hanno is internist aan de Leids Universitair Medisch Centrum. En houdt zich in ieder geval voor een groot deel bezig met patiënten met diabetes 2. Die je probeert door een verbetering van hun levensstijl van de medicijnen af te helpen. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij van de personal body plan vindt en van de aanpak van Tom Barthe. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt een prachtig initiatief. Ik hoop dat het bedrijf nog veel groter wordt dan het al is. Want dat betekent dat heel veel mensen in Nederland en misschien zelfs daarbuiten bezig zijn met hun gezondheid. Ik denk, er is vanavond al heel veel gepasseerd. En een van de dingen waar ik heel erg blij mee ben, ik denk dat er eigenlijk maar een heel klein groepje misschien te obsessief bezig is met gezondheid. Ik vind het onwaarschijnlijk belangrijk dat mensen zich de laatste jaren steeds bewuster worden van hun eigen rol in hun in het onderhouden van een gezond lichaam. He, dus ik denk dat tot voor een aantal jaar geleden mensen er maar op losleefden, bij wijze van spreken, en zich niet realiseerden simpelweg hoe belangrijk zij zelf zijn in het onderhouden van hun eigen gezondheid. En dat bewustzijn, denk ik, zich niet of wilde het niet weten? Nou, misschien dan allebei. Moet je ook iets doen. Misschien allebei wel. Maar ik denk dat er dus, ik vind de beweging juist heel erg mooi. Dat er dus steeds meer bewustzijn is van de eigen rol. En daar staat dus meteen tegenover dat het in de context van onze maatschappij heel erg moeilijk is om de gezonde dingen te doen. We hebben het al gehad over Strookt dat ook met jouw ervaring, Tom? Is het inderdaad zo moeilijk om het juiste te doen? Als je gemotiveerd genoeg bent, zou je zeggen, dan doe je dat. Maar zijn we dat? Ja, ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld op het gebied van afvallen wel weten hoe ze moeten afvallen. Maar het daadwerkelijk doen is een heel ander verhaal. En dat is gewoon een heel complex vraagstuk. Ja, en daar heb ik ook geen antwoord op. Ja. Nou, daar is denk ik het bedrijf ook voor, hè? Om mensen te helpen om de dingen te doen die goed zijn voor ze. En, wacht even, maken we het nou niet toch te mooi? Want stel, Tom, ik ga met de trein naar huis na het werk en ik heb ontzettend honger en ik weet dat ik niet een kroket moet nemen, maar ik doe het toch. Dan ga ik niet aan mijn coach vertellen, denk ik. Nou ja, daar heb je vooral jezelf mee. Dus ik zou het wel vertellen. Alleen, ik denk dat het al gaat om het feit dat het niet mogen, dat is al heel rigide. En ik denk dat flexibiliteit daar ontzettend belangrijk in is. Dat het is niet of, maar het is en. Dus het gaat ook niet om een enkel voedingsmiddel of een enkel product. Het gaat om het voedingspatroon als geheel. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, helemaal eens. Het helemaal Tom, ik wil je bedanken. Ik ga nog even verder praten met Hanno, maar nu heb ik nog één vraag. Ja. En als ik te brutaal ben, dan moet je het zeggen. Ja. Ziet jouw sixpack er nog steeds zo uit als op de foto? Nou ja, daar was ik 24, nu ben ik 30. Dus er zijn veel andere dingen belangrijker dan die sixpack. Dus? Vitaliteit en zo, gezondheid. Dus nee. Nee, ik ga hem niet laten zien. Maar ik nodig jullie allemaal uit in de hub. Dan mogen jullie zeker langskomen. Dankjewel, Tom Barthe. Schuif je nog even op, Hanno?
dat toenemende bewustzijn waar je het over had. Zie je dat ook bij die diabetes 2 patiënten die bij jou komen en bergen pillen slikken en misschien nooit op het idee zijn gekomen dat ze daar vanaf kunnen? Bij een aantal zeker. Hè. Er zijn steeds meer mensen die op mijn spreekuur komen die eigenlijk gewoon af willen van de pillen en die ook het besef hebben dat ze daar zelf een belangrijke rol in kunnen spelen. Ze weten vaak niet precies wat ze dan moeten doen. En daar komen ze ook voor bij mij. En dat is een groeiend aantal mensen wat zich daar bewust van is. Helaas is er ook nog een hele grote groep die zich daar niet bewust van is. En er is ook een groep mensen die het gewoon niet wil. Die bij mij komt en die zegt, luister, ik heb een ziekte en jij bent dokter en jij moet die ziekte voor mij oplossen. En dan is type 2 diabetes, waar ik dan veel mee van doen heb, is een heel moeilijk behandelbare ziekte. Als de mens met medicijnen. Met medicijnen is het heel lastig behandelbaar. En krijg je het eigenlijk nooit zo ver weg als je zou willen. Terwijl je, als je de goede leefstijlmaatregelen neemt, kun je die ziekte gewoon helemaal omkeren. Kun je ze gewoon helemaal vanaf komen. Althans, de meerderheid, denk ik, van de mensen. Er zijn, naarmate je langer de ziekte hebt, type 2 diabetes, wordt het lastiger om verschillende redenen. Dus helaas zijn er mensen die zelfs als ze alles goed doen, nog niet van hun pillen afkomen. Maar heel veel mensen in mijn praktijk, maar ook in andere praktijken inmiddels, die zijn van hun insuline af en van hun pillen af. En die hebben eigenlijk geen... Vermoedigend. Ja. Je hebt iets opgezet samen met TNO. Dat heet de Joint Innovation Center. En dat gaat niet alleen over innovatie en gezondheidszorg, maar ook over het opleiden van artsen. Ja. Om mensen echt op een andere manier te gaan benaderen. Ja. Wat doet dat Joint Innovation Center? Het Joint Innovation Center is in het begin van dit jaar hebben de raden van bestuur van TNO en het LUMC een intentieverklaring getekend dat er een centrum moet komen dat zich richt op leefstijlinterventies in de zorg. En dat centrum heeft drie zuilen. De eerste is een innovatie / research zuil, waarin we dus leefstijlinterventies ontwikkelen. Om te beginnen voor type 2 diabetes, maar we willen uiteindelijk zeker ook naar andere leefstijlgerelateerde aandoeningen als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, auto-immuunaandoeningen als reuma bijvoorbeeld, kun je heel veel mee doen met leefstijl. Darmziektes, kanker zelfs, kun je met leefstijlaanpassingen veel mee bereiken. En daar willen we dus interventies voor ontwikkelen. Dan is er een tweede zuil en dat is de implementatiezuil. Dus we willen om te beginnen onze eigen nieuwe interventies implementeren in de zorg. Maar we willen ook, er gebeurt al heel veel in Nederland. Waar hebben we net hele mooie verhalen van gehoord. Als daar effectieve interventies zijn, willen we mensen, als ze daar prijs op stellen, helpen om dat in de zorg te implementeren met ons netwerk en met onze infrastructuur als het gaat om wetenschap. En heb je dan over patiënten of over artsen nu? Over hulpverleners. Over hulpverleners. Hè. Dus de leefstijlinterventies die door hulpverleners zijn ontwikkeld. Of door patiënten. Maakt niet uit. Als het een leefstijlinterventie betreft die effectief is, dan zijn wij bereid om daarnaar te kijken en om te helpen dat te implementeren. En kijk je ook naar digitale oplossingen daarvoor? Bijvoorbeeld zeker. Apps die dingen van je meten of die je aansporen om iets te doen? Absoluut, absoluut. Dat zien wij als een van de belangrijke middelen om mensen te helpen om de dingen goed te doen. Dus dat is echt iets wat de toekomst heeft en er is meer nodig, denken wij. We denken dat het eigenlijk uiteindelijk gaat om een systeem, wat we noemen een systeemaanpassing die nodig is. En daarmee bedoelen we dat we kijken nu in de geneeskunde eigenlijk vooral naar de biologie van de patiënt. En we doen biologische interventies met pillen of met
voeding of met beweging. Maar er moet meer. Dus er moet ook bijvoorbeeld psychologisch geïnterveneerd worden. En er moet ook sociaal-economisch geïnterveneerd worden. We hebben mensen in onze praktijk die zitten in de schuldsanering. Nou, je hoeft iemand in de schuldsanering, die kun je 1000 keer zeggen dat die anders moet eten. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Daar zijn hele andere prioriteiten. Dus dat moet opgelost worden. Wil je de gezondheid van die mensen verbeteren? Ja. Toen we elkaar spraken van tevoren, toen zei... Nou, je vindt me misschien wel een Don Quixote. Als ik zeg dat om dit op te lossen de hele gezondheidszorg anders moet. Dat is inderdaad... Ik wil niet zeggen dat ik dat vind, maar het is wel een lang verlanglijstje. Het is ook dat realiseren we ons heel goed. Dat het niet iets is wat we volgend jaar voor elkaar hebben. Maar wij denken toch dat we deze weg op moeten. Willen we onze maatschappij gezonder maken. En dat is echt nodig. Hè? Want wat er nu gebeurt. Kijk nou alleen al. We hebben het daar eerder ook al over gehad. Ik denk dat de kijk naar de ontwikkeling. De kosten van de gezondheidszorg. Hè? Als je kijkt naar die schattingen voor de toekomst. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2050. Kunnen we geen ijskast meer kopen. Want dan moeten we al onze geld besteden aan premies voor de gezondheidszorg. En dat kan dus niet. Ja. Dat loopt vast. De verzekeraars spelen een steeds belangrijke rol in de gezondheidszorg. Deze week voorpagina NRC, de stijging van de premies. Krijg jij hun ook mee in deze Don Quixoterige campagne van je? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Verzekeraars realiseren zich ook steeds meer dat eigenlijk de enige oplossing om dit probleem aan te pakken is zorgen dat mensen minder ziek worden. En we weten dat dat kan. Want het is denk ik zo dat heel veel mensen ziekte... Wij worden massaal ziek hè, in onze maatschappij. Massaal ziek. En wij vinden dat eigenlijk heel gewoon. Want we zeggen, ja, we worden oud en we worden steeds ouder. Dus we worden ook allemaal... We krijgen op een gegeven moment allemaal iets. Dat is dus 1 op de 8 vrouwen borstkanker. Ik vind dat niet gewoon. Nee, maar het is wel... Nee, zeker. Dat is vreselijk. Maar we vinden het wel... We denken eigenlijk van, ja, 1 op de 8... Zo, dat gebeurt. Als je oud wordt, krijg je borstkanker. Of je krijgt een hartinfarct. Of je krijgt een attack. En we weten, dat is een misperceptie. Veroudering hoeft niet gepaard te gaan met ziekte. En dat weten we uit verschillende gebieden in de wereld... waar mensen heel erg oud worden en geen diabetes hebben... en geen kanker hebben en geen hart- en vaatziekte hebben. Of maar een heel klein beetje, heel veel minder... dan wij in onze samenleving. En daar is onderzoek gedaan. En wat is daar nou de belangrijkste determinant... de manier waarop die mensen leven. De maatschappij kan echt gezonder worden... maar dan moeten we een bocht maken. En wat we nu proberen in de gezondheidszorg... is mijns inziens kansloos. En we proberen steeds efficiënter te werken... waardoor patiënten steeds minder tijd krijgen overigens bij de dokter. Dat is echt ik vind dat een doorn in mijn oog. Maar er zijn allerlei maatregelen die proberen het efficiënter te maken... en het blijkt, nou je ziet het ook, het werkt gewoon niet. Het wordt steeds duurder maar. Het wordt maar duurder en duurder. Dus ik denk dat de enige oplossing is minder ziek worden. En dat kan. Maar daar moet je wel iets voor doen. Wauw. Wat een oproep. Fantastisch. Hanno Peil, geweldig. Zeer bedankt. Ik bewonder je. Nou, dank je wel. Dank je wel. En dan onze laatste spreker van de avond. We hebben al, Tom had het geloof ik over het demoniseren van bepaalde voedselstoffen. Suiker noemde je geloof ik. Ja, het zijn er een heleboel. We demoniseren vet natuurlijk, ook omdat we allemaal willen afvallen. En nu hebben we vanavond om de avond af te sluiten iemand bij ons die helemaal niet vet demoniseert, maar het juist viert. Kunstenaar Arne Hendricks. Viert. Ik bouw een eiland van vet. Dat doe ik.
Je kunt het drijvende eiland voor de kust van de Noordzee op een regenachtige dag vandaar eigenlijk alleen maar lokaliseren door de meeuwen die boven dat eiland rondcirkelen en af en toe naar beneden duiken om een hapje te nemen van het vet. Daar dreef het, langzaam op en neer, dobberend, heen en weer. Eigenlijk is het best sneu dat we zoveel tijd en energie in hebben gestopt in dat eiland. Het grootste deel van het vet, net als bij een ijsberg, eigenlijk onder het wateroppervlakte verstopt ligt. 1/9 laat zich maar zien, de rest is onzichtbaar. Met dat beeld in ons hoofd stonden Mike Thompson, mijn partner in dit project, en ik een paar jaar geleden in de toekomst te kijken. Het eiland bestond helemaal nog niet. En nog steeds is het trouwens nog lang niet zo groot dat deze scène realistisch is. Misschien wel nooit zal worden, dat hoop ik wel, maar goed. Het had zich alleen nog maar aan onze verbeelding opgedrongen. Maar dat deed het zo opdringerig dat we het maar zijn gaan maken. Als mensen ons vragen waarom een eiland van vet, dan hebben we altijd wel een soort antwoord paraat. Zoiets als, en dit moet ik echt even voorlezen. Vetberg vertegenwoordigt een strategische reserve in tijden van schaarste. Hamsteren is een diepgewortelde menselijke reactie op dreiging. Dat dit hamsteren zich nu op onze lijven aftekent moet worden onderzocht. Of vet is het iconische materiaal van deze tijd. Het gaat over gezondheid, het gaat over energie, consumptie, identiteit, over de haves en de have-nots. Zo'n substantie verdient een ruimte waarin het gewoon zichzelf mag zijn. En zelfs vet als substantie heeft het idee van de toekomst en dus van tijd geïntroduceerd in het leven. Zonder deze organische batterij bestond er helemaal niets anders dan het nu. Hey, hoe kan je de hoek om als je geen energie hebt om de hoek om te gaan? Maar de waarheid is eigenlijk dat we het niet precies wisten. We wisten alleen dat het er moest komen. Oh, hij is al een beetje aan het... Nou, komt zo. Tegelijkertijd, een paar jaar geleden, verschenen er berichten in de media over blokkades van vet in het verlengstuk van onze darmen, het riool. Klompen vet die bovendien volgens de onomkeerbare wetten van de media steeds groter werden. Eerst in 2012 of zo was het een nijlpaard. Ter grootte van een nijlpaard. Toen werd het al een dubbeldekkerbus, heel toepasselijk. En toen een jumbojet. Diep onder de grond, vooral in de oude riolen van Londen, klompte de vet samen. Vernauwde de ingewanden van onze steden tot er geen druppel rioolwater meer door kon. Er kwamen beelden vrij. Vage, grauwe beelden van afschrikwekkende ruimtes waarop we onze hedendaagse angsten zonder enige verantwoordelijkheid kunnen projecteren. Een entiteit die bij voorbaat al slecht en ongewenst is. De blob, maar dan anders. Mike, mijn partner in dit project, en ik voelden de morele verplichting en misschien smaakgegeven met een druppeltje nieuwsgierigheid om er eentje in het wild te gaan bezoeken. Toen kwam de video. Eenmaal onder de grond, in de buurt van Scotland Yard, dat vond Mike heel grappig, Mike was Engelsman, hij moest ontzettend lachen dat precies onder Scotland Yard de grootste vetberg was, omdat hij zag die politieagent allemaal donuts eten en vervolgens... Engelse humor. Eenmaal dus onder de grond daar, in die vetberg, troffen we eigenlijk een hele wonderlijke wereld aan. Een wereld die in niets deed denken aan de verhalen die ons via de media ter oren waren gekomen. Integendeel, in het licht van onze sterke zaklantaarns openbaarde zich een waarachtige ecologie. De autonomie van het vet spreidde zich hier voor ons uit. En het was waarlijk wonderlijk, mensen. Het was echt heel bijzonder om daar te lopen. Ik kan uren over vertellen, daar heb ik geen tijd voor. Je zag net een paar scènes hier. Links ontdek ik dat de vetberg eigenlijk voor het grootste deel uit wormen bestaat, die het daar prima naar hun zin hebben. In het midden kwam ik erachter dat een vetberg eigenlijk een soort trampoline is, waar je best wel wat lol kunt hebben. En rechts zie je ook de harde, keiharde, soort van steenachtige massa die het op een gegeven moment gewoon wordt. Als al die druk van dat water in dat riool, zeg maar, een keiharde blokkade creëert. Maar wat mij het meeste overrompelde was eigenlijk dat ik hier iets zag dat zich gedroeg. Hier gedroeg zich iets.
Toen was er trouwens nog eentje in het nieuws. Een aantal van jullie hebben het vast gehoord. Er was er net eentje in het nieuws. Hè? De allergrootste die ooit... dat is dus de logica van de media, is dat het alleen maar nieuws is als het weer de allergrootste is. Dus het zou best wel kunnen dat we nu jaren niks meer van Fatburgs horen. Want dit was wel een hele grote. Dus waarschijnlijk is het de komende jaren helemaal niet meer nieuwswaardig. In de media werd het monster van Whitechapel genoemd. Fantastisch. Zo'n 3 weken later was het weer in het nieuws. Want toen hadden ze het monster van Whitechapel verslagen. Eerst hadden ze hem ontdekt en toen hadden ze hem verslagen. Dat is weer nieuwswaardig. Fantastisch. En je vraagt je natuurlijk toch af of het eigenlijk wel nieuws zou zijn geweest. Als het een gewone blokkade was geweest. Niet uit vet, maar uit iets anders. Een stukje hout of zo. Of ik weet niet wat. Het is dat vet dat op de een of andere manier zo fascineert. En ook typisch dat het als een monster werd omschreven. Ik denk dat daar ook wel een soort van waarheid in schuilt. Van waarom werd het als een monster en waarom wordt het ook zo makkelijk geaccepteerd? Nou goed, wij wisten zoals gezegd alleen dat het eiland er moest komen. Misschien wel om het te bevrijden. Was het het vet zelf wel? Misschien was het vet zelf wel dat ons het idee in ons oor fluisterde. Misschien dat vet zelf verlangde naar een autonome plek waar het zichzelf kon zijn. Zonder allerlei antropocentrische projecties over wat het allemaal wel of niet zou moeten kunnen en moeten betekenen. Gewoon vet in een bepaalde vorm, in een soort van hoeveelheid. Samen met heel veel ander vet. Nooit, en dat weten we, nooit eerder was er zoveel vet op aarde. Dat zich bovendien, zonder dat wij daar controle over hebben, hoewel de meningen daar natuurlijk over verschillen, als een soort gedeconstrueerde massa, een soort hyperobject, voor wie dat boek gelezen heeft, om onze lijven heen boetseert. Om al onze lijven heen boetseert, zowel de dunne als de dikke. We dragen allemaal een stukje van datzelfde globale adipose wezen met ons mee. Een deel van ons mens zijn uit zich door middel van het vet. Of misschien kun je beter zeggen dat een deel van het vet zich uit door middel van het mens zijn. Nu wilde ik even betekenisvol kijken, maar het gaat nog niet zo heel goed af. En het grappige was dat ik toen ik thuis even dat zinnetje oefende, dat ik eigenlijk de hele tijd per ongeluk betekenisloos zei in plaats van betekenisvol. Dat is dan wel weer gelukt. We verzamelden en we kochten vet, palmvet, rundervet, varkensvet. We discrimineerden niet. Al het vet was welkom. En een beetje overmoedig noemden we ons kleinschalige gepruts, letterlijk in het begeerde heel kleinschalige gepruts, al vanaf het begin een eiland. Heel kleinschalig. Klein, maar toch in de kern al het eiland dat het uiteindelijk zou moeten worden. Zoals een baby ook een soort klein mens is. Dus het was klein, maar voor ons was het eigenlijk toch al het eiland. We zijn ooit begonnen met een eerste druppeltje vet in water. En bij de tweede druppel verdubbelde het eiland al direct in grootte. Dus we waren heel enthousiast. We dachten, oh, dat gaat heel snel. We begrepen toen nog niet zo heel goed dat de wetten van schaal en proportionele groei en zo een enorme uitdaging zouden worden. Want op een gegeven moment, als dat ding vrij groot is, dan kun je 100 kilo vet opgooien. Maar er gebeurt helemaal niks. Visueel gezien is dat ding nog net zo groot of klein als het was. Het opbouwen van zo'n bolletje in het water creëert naast een zekere behendigheid. En behendigheid, bedoel, ik durf wel te beweren dat ik inmiddels de meest begaafde vet in waterdruppelaar ter wereld ben. Ik heb het heel veel gedaan. Verschillende instrumenten en technieken, bijvoorbeeld eerst met pipetjes, zoals je net in die video zag. Later en tegenwoordig al met pannen die we met grote stokken eraan gieten we het er zo op, want we zijn al wat groter. Maar ook vooral een soort van hele vocabulaire ontstaat er zo voor je neus. Bijvoorbeeld zoiets als rotatiedruppelen. Ik zou dan bijvoorbeeld tegen Mike zeggen, langzaam roterend druppelen is de sleutel tot succesvol vet-eiland bouwen. Dat zou ik dan echt volledig serieus, zou ik dat op een gegeven moment in een verhit gesprek, zou ik dan zoiets zeggen en dat zou helemaal kloppen ook. Weet je? Fantastisch natuurlijk. Zo'n term als vetbalkonnetjes. Weet je? Een vetbalkonnetje, je ziet daar die randjes. Dat waren dan ooit vetbalkonnetjes die dan op de rand van het vet en het water zo bouwden. En die bouw je dan aan de zijkant zo op. En dan ga je daar weer wat vet op laten lopen. En dan gaat die langzaam dus roteren, waar ik het net al over had. En zo volgt zeg maar uit het ene woord een ander woord. En uit de ene kennis een ander soort kennis. En toen het eilandje een beetje zichtbaar volume kreeg, bleek het ook bij het publiek verhalen los te maken. Starend in die vet embryo, deelden mensen hun associaties, hun herinneringen, hun opvattingen over het goede en het slechte van vet.
Heel veel mensen wisten ons bijvoorbeeld te vertellen dat vet helemaal niet slecht is, maar dat koolhydraten de boosdoeners zijn. He, bijvoorbeeld, dat krijg je dan te horen, 10 keer op een dag ongeveer. Best interessant, de eerste keer. En dan denk ik van, boos op wie dan precies? Wie is er hier boos? Is dat vet boos op de mensen of zijn de mensen? Ik wist niet meer zo goed. En andere mensen hadden dan hele leuke verhalen ook. Bijvoorbeeld de Inuit, die kunnen dan overleven alleen maar op walvisvet. Die hebben dan een genetische aanpassing bijvoorbeeld. Of dat de slaven in de Romeinse marmergroeven vroeger betaald kregen in vet. Ik kreeg hele mooie verhalen. Jaap Seidel, die ik een keer heb uitgenodigd om met ons hierover te praten. De vetprofessor van Nederland, die vergeleek op een gegeven moment vet met suiker. Hij zei, ja, het zijn allebei zeer succesvolle substanties. Weet je wel, en toen kwamen we op een gegeven moment erachter dat varkens eigenlijk aardbeien zijn. Want dat zijn hele succesvolle dieren en hele succesvol fruit, omdat die allebei op de een of andere manier lekker zijn. En dus eigenlijk evolutionaire winnaars in ons systeem van. Etcetera, etcetera. Goed. Oké. Okay. En de meeste mensen zeiden alleen maar zoiets van, vet project, man. En dan moesten ze ontzettend om zichzelf lachen ook. Meestal moesten ze ontzettend, dat vonden ze heel, dat hoorde ik niet 10, maar misschien wel 100 keer per dag. Maar ik vond het steeds grappiger worden eigenlijk. Ja, goed. En we werden uitgenodigd om te vertellen over energie en recycling op een gegeven moment vanwege dit project. We zijn naar Cambridge geweest, hebben meegedaan aan een serieus project over energie. We werden uitgenodigd door culinaire evenementen. Hè, want we hadden het ook af en toe wel eens over lardo of over spek en vet. We werden uitgenodigd om wat te vertellen vanuit het perspectief van onze obsessie met gezondheid. En zo zie je dus dat eilandje zo wel iets losmaakt. Het inspireert, het confronteert en het herinnert ons aan onze manier van leven. Maar het verzamelt en het archiveert ook. Slechts weinig substanties hebben zo'n goed geheugen als vet. Je kunt er van alles in opslaan, hè? Geuren, weten, de parfumindustrie bijvoorbeeld. Stukjes van het een of ander, polletjes, et cetera, et cetera. Het is continu aan het opslaan wat er om dat vet heen gebeurt. Iedere week slaan de algen die aan de zijkant zitten, die slaan we weer op in een verse laag vet. Voor de archeologen van de toekomst misschien, ik weet niet, misschien wordt het leuk, wie weet. Ja. Het aardige is natuurlijk dat vet geen soort vage abstractie is. Hè? Het is spul, het is materie. Hè? Het is aanwezig, het heeft eigenschappen, het gedraagt zich, zoals we het net zien. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje een relatie mee aangaan. Hè, je moet het misschien een beetje lief hebben. Of zoals het vet ons ook omgekeerd warm houdt op zo'n grijze dag als vandaag. Pak het eens liefkozend vast en luister. Is dat trouwens een leuk t-shirt? Vooral voor de kunsthistorici leuk, of de mensen die een beetje van kunst staan. Of het nu op het lichaam is, of in het verlengde van ons lichaam, de stad. Vet uitzicht op manieren waar we nog niet zo goed raad mee weten. Wat wil dat vet nou eigenlijk? We spreken die taal natuurlijk niet. En dit onvermogen om ons op een vrije en open manier tot vet te verhouden, kan wel eens tot verkrampt gedrag leiden. Geen inspiratie, maar constipatie. Laten we bijvoorbeeld eens ter illustratie, weer zo'n woord dat op zie eindigt. Laten we het eens met water vergelijken. Water. Ja, water, krijg alle ruimte, water. Jij hebt er zelfs nog een boek over geschreven, toch? Water. Hè? Water als substantie dringt zich op in onze dromen, in onze geschiedenis, in onze poëzie. In onze identiteit als Nederlanders. We bestaan per slot van rekening ook voor 70% water, natuurlijk, maar we bestaan ook voor 20% uit vet. En als je aan water denkt, beperk je je toch ook niet tot een halfvol glas lauw kraanwater om te bepalen wat het is. He, je duikt in de Atlantische Oceaan. Je wandelt door een lenteregen, verliefd. Je dwaalt door de mist en je krijgt een sneeuwbal in je gezicht. En dan na het optellen en verteren van al die verschillende ervaringen met water, dan schrijf je er misschien een gedicht over. En dat gedicht dat geeft kleur, rijkdom en betekenis aan die 70% die de mens is. Onze relatie met vet steekt daar wat povertjes bij af. Over vet, over het algemeen. Geen verheven woorden, geen romantische herinneringen, geen beloftes, geen poëzie, een enkel horrorverhaal. En misschien is dat wel precies waarom we zo'n moeilijke relatie met vet hebben. Waarom het alleen maar toeneemt in massa, maar niet in betekenis. Nou, om daar iets aan te doen, heeft vet, ja, zo zou ik dat kunnen zeggen, heeft vet ons in dienst genomen om het eiland te maken. We zien onszelf eigenlijk als agenten van dat spul. Eigenlijk hebben we het niet bedacht. Vet heeft het bedacht en ons op slinkse wijze aan het werk gezet. Een plek waar wij ons weer vrij van vooroordelen tot de materie kunnen verhouden. En een nieuwe relatie kunnen aangaan. Dus, ja.
Eigenlijk is dit er al. Ik heb alleen nu geen foto van in deze presentatie, want het een beetje dom is, maar ik had dat nog niet in elkaar gezet toen ik dit moest opsturen. Samen met Space & Matter en Outark Home en Stichting NDSM hebben we nu een hele mooie plek op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord, waar ik elke dinsdag, en zo vaak als ik kan, want het is heel leuk om te doen, met studenten van de Rietveld Academie bouw aan een eiland van vet. En dan zien we daarna wel weer verder als het er is, wat het allemaal gaat betekenen. En misschien komt Unilever wel langs, het is een beetje fantasie, maar goed. En zeggen ze van, oh, daar moeten wij eens een wetenschappelijk instituut naast zetten. Want het is toch wel interessant, we willen toch eigenlijk iets meer weten over vet dan alleen maar hoe dat chemisch in elkaar zit. En misschien zit er wel een proeverij straks, waar we alle spekken en vetten en lardo's uit de hele wereld kunnen komen proeven. Of misschien gaan we ons wel therapeutisch laten inleggen in warme reuzel. Wij zijn, het is helemaal niet slecht, zo'n slecht idee. We zijn onze handen heel de tijd aan het warmen nu in het warme vet, omdat het natuurlijk steeds kouder wordt. Die winter die komt echt binnen, is ook fantastisch eigenlijk. Maar misschien schrijven we er uiteindelijk wel gewoon een gedichtje over. Dat was het. Ja. Dankjewel, Fatboy Arne Hendricks. Alsjeblieft. Nou, dat was het. Ik heb zelf een ontzettend leuke avond gehad. Ik hoop jullie ook. Stadsleven, vind ik fijn om te vertellen, is een onafhankelijke productie van mij, Sanne en Baptiste, die een blij tehuis heeft gevonden in de Bali. En we gaan ook de Bali steunen, hoop ik, door hierna samen een biertje te gaan drinken bij het café en door te praten met onze sprekers. Ook leuk om te vertellen is dat onze sprekers een cadeautje van ons krijgen. Niemand krijgt betaald, maar ze krijgen een klein cadeautje. En dat is een potje stadshoning van een imker hier aan de rand van Amsterdam. Jullie hebben nog een ander klein cadeautje gekregen. De korting van Boymans om de tentoonstelling Change the System te zien. Waar ook het andere project van Arne Hendricks te zien is. En de volgende Stadsleven gaat over echte liefde. Op 31 januari. En ik hoop jullie dan allemaal terug te zien. Bedankt voor je komst en tot dan.